van het EU Smart Chain onderzoek. Nu eerst het welkom woord van Mark Frederiks. Dankjewel Maarten. Ik ben Mark Frederiks, korte ketenondernemer voor meer dan 10 jaar nu. En ik mocht mij de afgelopen 3 jaar National Hub Manager noemen van het Smart Chain Consortium. Het Smart Chain Consortium heeft onderzoek gedaan naar alle effecten van de korte keten. De korte keten is natuurlijk een samenwerking in regionale context waarbij ecologie, economie en maatschappij centraal staat. Dat heb ik samen mogen doen met Wageningen Universiteit, met de Universiteit Utrecht, met het Nederlands Bakkerijcentrum, ons enige actieve productschap nog. En daarbij met Vlees & Co, Local to Local als case studies. En M Concepts, mijn moederbedrijf, heeft daar ook een actieve bijdrage aan mogen leveren. En er is verschrikkelijk veel geleerd. Heel veel inzichten ontstaan. En vanuit die inzichten hebben we nu een momentum waarin we het afsluiten, maar ook doorkijken naar de toekomst. Dus ik ben heel blij dat er mensen uit het netwerk, het warme netwerk, hier aan meegaan. En ik zie uit naar een prachtige bijeenkomst waar we de kennis gaan delen, inzichten gaan delen, maar vooral ook na gaan denken met elkaar. What's next? Fantastisch. We zijn op dit moment op een hele bijzondere plek in de metropoolregio Amsterdam in Almere op het Food Forum. Een prachtig mooi gebouw. Je ziet hier dat provincie Flevoland dit heeft gerealiseerd. Samen met Flevo Campus uiteraard met de nodige hulp van de Europese Commissie. En de Floriade zal vanaf mei volgend jaar hier losbarsten. En dit is een voorloper daarvan. En ik ben ontzettend trots dat dit ook een van de belangrijke stepping stones zal gaan worden van de toekomstige ontwikkelingen van het perspectief van de korte keten, regionale voedselsystemen in Nederland. Dus ik ben vereerd en ik hoop hier de aankomende 1,5-2 jaar heel veel te mogen zijn. En met mij heel veel van de deelnemers in deze sessie. Geweldig, daar gaan we op doorpakken. Ja, ik ben zelf Maarten. Ik zal vandaag de sessie modereren. Ik ben sociaal ondernemer en waanzinnig geïnspireerd door de potentie van ons eten om mensen bij elkaar te brengen en samen te werken aan de ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Nou, daar is geen beter voorbeeld van dan het Smart Chain project. 3 jaar onderzoek, 43 partners, 11 landen en nu gaan we daar vandaag de resultaten van presenteren. Liefst. Nou, voordat we beginnen, de praktische zaken. Als jullie vragen hebben, dan horen we die heel graag. Zet ze in de chat en we komen of tijdens de sessie of daarna op terug. We zullen met iedereen contact opnemen. Gaandeweg zullen we ook absoluut jullie input willen vragen. We willen gebruik maken van de kracht van dit ecosysteem. Dus wie doet er mee? Heb je input? Zal onderweg in de vorm van polls langskomen. En loop jullie nu eerst even kort door het project zelf. Wat is de afgelopen 3 jaar gebeurd en wie heeft er allemaal meegewerkt? De context van het Smart Chain project is hierin waar we veelal bekend mee zijn. Het huidige systeem is niet meer houdbaar. Op schaal vergroting, kostenreductie met schade voor milieu en maatschappij als gevolg. Nou, korte ketens en verschillende verdienmodellen voor boeren bieden hier een alternatieve oplossing voor. Nou, het Smart Chain project heeft 3 jaar lang onderzoek gedaan naar verschillende modellen en wat daar de impact en de potentie van is. Wat is de doelstelling? Waar willen we uiteindelijk heen in plaats van lang en lineair? Nou, naar een collaboratieve korte keten waar verschillende partners met elkaar samenwerken binnen regionale context om ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen aan te pakken en oplossingen te bieden. Nou, het consortium heeft bestaan uit 43 partners uit 9 Europese landen en 2 geassocieerde landen en ondersteund door 18 case studies van ver ontwikkelde korte ketenpartijen in Europa. Nou, dit consortium is samengekomen en heeft eerst samen het framework bepaald. En dat heeft tot 4 werkpakketten geleid. En daar zullen vandaag de resultaten van gepresenteerd worden. Dus Bob Massar van Local to Local die zal jullie meenemen over de technologische en niet-technologische innovaties. Maria Frits zal de social innovations presenteren. Consumer perceptions, dus de beleving van de consument en het gedrag van de consument, door Bouke van de Veen van Vlees & Co. Sustainability Assessment, Impact Modellen, door Bob Massar, ook van Local to Local. En werkpakket 7, wat gaat over advies aan beleidsmakers, maar ook aan bedrijven en organisaties, door Marieke Lameersen. En het innovatieplatform, waar het allemaal samenkomt, door de 9 innovaties hub, werk aan die pakketten, kennis delen
En hoe dat platform en ecosysteem zich vormt, wordt gepresenteerd door Remco Veldkamp van de UU. Nou, nogmaals, het is een waanzinnig breed consortium. Echt fantastisch om die multidisciplinaire cross-sectorale samenwerking te zien. 10 onderzoeksinstellingen, 18 korte ketenorganisaties, 6 technologische kenniscenter en 9 NGO's. Nou, je ziet hoe dit verdeeld is geweest over Europa. Dus die 9 landen, 9 hubs. En elke hub bestaat uit kennisinstelling, een case study en een NGO. Dus je ziet, het zijn allemaal mooi gemengde consortia. En die delen kennis met elkaar. Dus er werd heel veel geleerd, heel veel ervaring opgedaan, veel voorbeelden gecreëerd. En dit wordt uitgewisseld met elkaar. Ik vind het inspirerend om te zien dat er nu zo naar samenwerking wordt gekeken in plaats van competitie. Nou, hier zien we wat voorbeelden van hoeveel sessies er al gehad zijn. Mensen zijn bij elkaar gekomen, kennis is gedeeld en mensen zijn geïnspireerd en aangezet. Hier gaan we de resultaten van laten zien en hier willen we ook vooral op doorpakken om de volgende stap te zetten naar een duurzaam voedselsysteem. Nu even een interessante vraag, want we zeiden al, dit wordt een interactief iets, dus we kunnen meteen oefenen. Dit is de eerste poll. Tot welke stakeholdergroep behoor jij? We zijn heel benieuwd wie er in de zaal zit. Bent u een consument, een boer? Of een corporatief, retail, groothandel, beleid of overheidsinstelling of een kennisinstituut. Als het goed is, komt de poll nu live en kunnen we daar ook meteen op doorpakken. Ja, ik zie het bewegen. Het lijkt erop dat dit een mooi gemengd publiek gaat worden. Ik zie al producenten, kennisinstellingen. En dat is natuurlijk mooi. We hebben ze allemaal nodig als we dit systeem willen veranderen. Ik geef het nog een momentje. Het stroomt binnen. Super, 24% producenten en 76% mensen die uit corporatieve komen. Consument, beleid, overheid of kennisinstituut. Nou, waanzinnig interessant. Daar gaan we graag mee aan de slag. En we willen ook van elk van deze groepen blijven gaandeweg input vragen. Kijken wie wil er samen hiermee op doorwerken. Geweldig. Dan nu om nog even alvast te oefenen met wanneer er een vraag is. Voel je vrij om jezelf voor te stellen in de chat. Je organisatie, je contactgegevens en je relatie tot korte ketens of voedselsystemen. Kijk eruit om daarna weer contact met jullie op te nemen. Nou, nu is het tijd om hem echt af te trappen. Het eerste werkpakket dat we zullen behandelen is de technologische en niet-technologische innovaties. Dus eerst een introductiefilmpje van Bob Massar van Loco de Loco. Hoi, ik ben Bob Massar, projectmanager bij End Concepts. En ik heb de afgelopen 2 jaar aan Smart Chain project mogen werken. Hier voorafgaand heb ik een studie gedaan, Sustainable Business and Innovation. En heb ik mijn masterthesis mogen schrijven en onderzoek mogen doen naar de korte keten innovatie-ecosystemen in Nederland. Hiervoor heb ik een advies geschreven aan de Task Force Korte Keten, hoe korte ketenondernemers strategisch kunnen samenwerken en een gunstig innovatie-ecosysteem kunnen creëren. Daaropvolgend heb ik projectmanagement gedaan voor Smartchain en ik ga jullie nu iets meer vertellen over de technologische en non-technologische innovaties. Die zijn verzameld over 3 jaar onderzoek en deze zijn samengevoegd binnen een Innovation Inventory die toegankelijk is voor alle korte keten ondernemers en stakeholders. Welkom Bob, fijn dat je hier aan tafel zit. Ja. Waar heb je de afgelopen 3 jaar aan gewerkt? Vertel ons. Ja, ik ben dus projectmanager, zoals ik in de introductie heb gezegd, bij M Concepts. En ik heb de afgelopen 2 jaar aan Smartchain mee mogen werken. En ik ga nu iets meer vertellen over de ontwikkelingen die zijn ontstaan binnen werkpakket 2. Mm-hmm. En binnen werkpakket 2 zijn technologische en non-technologische innovaties geïnventariseerd. Die eigenlijk de korte ketens in hun kracht zetten. En waarbij dus eigenlijk de prestatie van die korte ketens verbeterd zou kunnen worden. Hiervoor is de toepasbaarheid van verschillende innovaties geïnventariseerd. En ik ga jullie nu meenemen door het proces. Kijk, dus er zijn verschillende stappen van dit proces. Ten eerste is het belangrijk om te identificeren wat de huidige waardepropositie is van
hoe kort de ketenbedrijf. Mm-hmm. Daar komen we later bij werkpakket 7 met verschillende businessmodellen op terug. En ik licht zo ook eventjes een aantal waardeproposities toe. Vervolgens ga je de huidige situatie van je externe omgeving en je interne omgeving analyseren. Om eigenlijk de huidige situatie van je korte keten te bepalen. Dat kan door middel van een SWOT-analyse. En in deze SWOT-analyse bepaal je eigenlijk welke succesfactoren er zijn en welke knelpunten er zijn. En hoe je deze met innovaties kunt ofwel verminderen of juist een boost kan geven. Vervolgens ga ik dus uitleggen hoe deze verschillende innovaties zijn geselecteerd en ook zijn beoordeeld, om het heel toepasbaar te maken op verschillende cases voor korte ketens. En dan de volgende stap is dus de activiteiten en tools en de methodes die daarmee gepaard zijn uit te leggen. Uiteindelijk leidt het natuurlijk door een toegevoegde waarde binnen een korte keten door de innovatie te implementeren. En dit verbetert dus de positie en het concurrentievermogen van korte ketens in het algemeen. Mm-hmm. Dat is ook het doel van dit werkpakket. Dit kan op meerdere manieren met verschillende strategieën. Daarvoor moet je ook een actieplan opstellen. Daar kom ik later op terug. Ah. Nou, ten eerste de verschillende waardeproposities. Dus voor korte ketens zijn verschillende waardeproposities gedefinieerd. Een van de belangrijke is natuurlijk lokaal vers product. Dit is vaak geassocieerd met de voedselkwaliteit en de versheid. En tevens door sommige biologische productie resulteert dat ook in een hogere voedingswaarde. Een andere waardepropositie voor korte ketens is vanuit de consumentperspectief. Die wil bekend zijn met de producent. Die wil weten waar het eten vandaan komt. En dit is dan ook de verbinding die gelegd wordt met de consument. En deze verbinding die zorgt ervoor dat eigenlijk de gezondheid en welzijn binnen een lokale of regionale economie wordt gestimuleerd. Een andere is duurzame productie. Vaak omdat korte keten initiatieven heel bewust zijn met hun omgeving, zie je dat dus ook heel veel zorg wordt gedragen aan duurzame productie. En dit zorgt dus ook voor voedselzekerheid, zeker als je het vergelijkt met de globale ketens. Dus dat je een resistent voedselsysteem creëert op een regionaal of lokaal niveau. Vervolgens, en misschien wel het belangrijkste, is de ambacht en de kennis die bij de boeren aanwezig is. Dat is ook een hele belangrijke waardepropositie die vaak ook over het hoofd wordt gezien. Want in zo'n korte keten is natuurlijk gewoon heel veel kennis aanwezig en heel veel ambacht. En als dat niet gewaarborgd blijft, dan zou dat verloren gaan. Even kijken. Nou, dus de volgende stap voor een korte keteninitiatief is om te bepalen welke krachten, kansen, maar ook welke mogelijke bedreigingen van buitenaf of juist zwaktepunten je hebt. En dat kan je doen door middel van een SWOT-analyse. Als je dan deze verschillende analyses uitvoert op jouw bedrijfsvoering of een korte keteninitiatief, dan kun je ook bepalen welke succesfactoren je op kunt focussen. En welke succesfactoren eigenlijk een boost kunnen krijgen door de kansen die zich voordoen beter pakken en dat te combineren met je sterktepunten. Of juist te compenseren en bedreigingen weg te nemen door je sterktepunten te ontwikkelen als er eventjes een tijd van minder ontwikkeling is. Een voorbeeld van kansen beter pakken en je sterktepunten activeren is bijvoorbeeld de online verkoop via korte ketens. Dat is tijdens de lockdown heeft dat een heel groot sterke, is dat flink gestegen. Maar ook een ander voorbeeld is dat je juist, als je eventjes geen kansen hebt, dat je weer intern kunt kijken naar je strategie. En kunt kijken, oké, welke innovaties zou je kunnen implementeren om je concurrentievermogen en je positie te verbeteren. Hier zijn een aantal succesfactoren toegelicht. Eigenlijk kun je het van twee perspectieven bekijken. Eentje vanuit de individuele stappen in de korte keten. En de andere is de korte keten als een geheel. Dus als, misschien wel als een innovatie-ecosysteem zou je het kunnen noemen. Nou, daar staan een lijst van verschillende succesfactoren opgenoemd. Ik denk dat er veel herkenningspunten zullen zijn bij de meeste aanwezigen in deze groep. Dus ik zal er niet te veel tijd aan besteden.
Nou, de knelpunten, dat is eigenlijk waar je op wil focussen. Want dat is wat je met innovatie en de juiste implementatie en selectie van relevante innovaties zou kunnen verbeteren. Nou ja, typische knelpunten voor de korte keten. Ik denk weer heel herkenbaar voor velen die hier aanwezig zijn. Ik zal er een paar opnoemen. Bijvoorbeeld onvoorspelbare volumes of beperkte volumes. Logistiek blijft ook altijd wel een redelijk knelpunt. Gebrek aan vertrouwen vanuit de consument in voedselveiligheid. Mm-hmm. Vaak zie je dat de lange ketens toch iets meer protocollen hebben. Ja, en dan is dus ook nog een gebrek aan informatieanalyse. Dus dat je slim je data gaat analyseren. Nou, dat zijn een aantal knelpunten die overkomen zouden worden. Om dus te bepalen welke innovatie nou toepasbaar is voor een korte keteninitiatief, hebben we op de innovaties die we hebben verzameld, dat zijn er 135 in totaal, over 3 jaar, hebben we een analyse uitgevoerd in samenwerking met de case studies. Ja. Dus we hebben beoordeeld van oké, hoe toepasbaar is deze innovatie? En dat is eigenlijk beoordeeld op verschillende categorieën. Dus de technologische toepasbaarheid, de financiële toepasbaarheid, organisatorische toepasbaarheid, sociale, de praktische en uiteindelijk wat dat dus, hoe het resulteert in een beter concurrentievermogen. Gaaf. Hier is een overzicht van de verschillende types innovaties die zijn geïnventariseerd. Zoals ik al zei, het zijn er 135 in totaal. 28 van deze innovaties zijn aangeleverd door onze case studies. 18 case studies binnen SmartChain en 107 van externe bronnen. Van al deze innovaties zijn er 50 digitale opties. Dus je ziet wel dat er ook wel echt een groot aandeel aan digitale innovatie ook aanwezig is. Nou, die innovaties die zijn eigenlijk toepasbaar op verschillende gebieden. En dat zie je in het tabelletje rechtsboven. Dus van voedselkwaliteit tot logistiek tot data-analyse. En ja, in die grafieken wordt dan even een soort van opsplitsing gemaakt. Dan heb je een beetje een idee van oké, wat voor type innovaties Heel interessant. Dit zijn dus technische of non-technologische innovaties. Juist. Die helpen om knelpunten weg te nemen, om eigenlijk de waarde die in de korte keten zit tot hun recht te laten komen. Van duurzaamheid, die weet waar het vandaan komt en waar je eigenlijk mee begon. Dan lijkt me nu een goed moment om een poll in te lassen naar ons ecosysteem thuis. Ja. Want hebben jullie wellicht ervaring met knelpunten en ook gewerkt aan technologische of non-technologische oplossingen om de waarde te verhogen? Dan hebben we heel graag dat jullie die met ons delen. Je kan ja, nee vinken in de poll en dan zullen wij na afloop van de uitzending contact met jullie opnemen om daar verder op door te werken. Ja, goed plan. Ik ben benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Eventjes om een beeld te creëren. We hebben dus deze innovaties hebben we beschreven in een template. En al die innovatiebeschrijvingen die zijn gecentraliseerd en die zijn gepubliceerd op een innovatieplatform. Dat is ook het innovatieplatform van SmartChain. Hm. Dus kennisdeling staat hier centraal. En hier heb je dus een innovation inventory in het Engels gesteld. Waar je dus ziet welke verschillende innovaties voor korte ketens van toepassing kunnen zijn. Hier is nog een extra feature aan toegevoegd, want we hebben labels aan de innovaties gehangen, waarmee je dus eigenlijk de toepasbaarheid op verschillende niveaus kan inzien. Dus bijvoorbeeld op een lokaal niveau, op een regionaal niveau, op een nationaal dekkend niveau of zelfs internationaal. En dat kun je allemaal terugvinden in de links, die gaan we ook delen met jullie. Dus voel je vrij om een bezoekje te nemen aan de Innovation Inventory. Tof. Het ziet er naar uit dat er ook nog wel wat bij zou kunnen komen. Ik zie 11 mensen die expliciet een innovatie zouden willen delen. Ah, kijk. Goed nieuws. Ja, de optie is ook binnen het innovatieplatform dat je zelf al een innovatie kunt voorstellen. Die wordt dan geanalyseerd door het team. Het platform gaat ook na SmartChain door. Dus ja, voel je vrij om nu al te delen. We gaan ook nog contact met je opnemen als je hebt gereageerd. Fantastisch, het schiet door het dak. Ja. Er zijn dus eigenlijk verschillende karakteristieken van innovaties. Je kunt het bekijken vanuit de behoeften van de consument of de behoeften vanuit de actoren in de keten. Daar hangen dus verschillende onderdelen aan en daar ga ik zo verder op inzoomen. De toegewezen gebieden voor die toepassing van de innovaties, die hebben we dus al toegelicht in de eerdere slides.
En die kun je dus ook weer daarop, ja, al die innovaties die staan in de innovatiebeschrijving, dus dat is het toepassinggebied ook beschreven, duidelijk. Ja, wat dus belangrijk is om je waardepropositie te ondersteunen en eigenlijk een boost te geven, is dus het verbeteren van die consumentenbehoeften. Mm-hmm. En een belangrijk onderdeel hiervan is dus duidelijke communicatie richting de consument over de voordelen van deze korte keten. Daarnaast zijn er een aantal waardes die ik ook al eerder heb genoemd. Die staan hier op een tweede puntje opgelijst. Die argumenten ondersteunen voor de voordelen van de korte keten. Ook kun je ervoor kiezen om eigenlijk de participatie van de consument mee te nemen. Mm-hmm. Dat kan op verschillende onderdelen. Dus je kunt feedback loops krijgen vanuit je consumenten. Maar je kunt ook community steered agriculture opzetten. Of zelfs mee investeren in de boerderij. Bijvoorbeeld Herenboeren. Dat is wel een welbekend initiatief in Nederland. Dat zijn mogelijkheden. Om al deze innovaties dus te kunnen implementeren, is het dus heel belangrijk dat er strategische samenwerking plaatsvindt binnen de korte keten, actoren en initiatieven. Dat kan eigenlijk onderverdeeld worden in verschillende activiteiten en segmenten. Een van de makkelijkste is misschien wel gemeenschappelijke marketing en verkoop, dat je veel exposure creëert. Andere vormen zou kunnen zijn om met de consumenten een leergang op te zetten, zodat je de consument een soort van educeert. De eerlijke prijs voor een boer, dat is natuurlijk altijd van belang. En je kunt ook fungeren als een intermediary, waar je dus eigenlijk afstemt tussen het aanbod en de vraag van korte ketens. We zijn tot de conclusies gekomen. We hebben nog een tweede poll, dus die zou ik graag nu even in willen zetten. We hebben dus nu uitgelegd wat er binnen SmartChain is gedaan aan innovatie-inventarisatie. En hoe je dus vanuit je case study verschillende innovaties kan implementeren. Ben jij nou geïnteresseerd of wil jij nog in vervolgprojecten meedenken aan mogelijke nieuwe ontwikkelingen van technische en non-technologische innovatie? Laat het dan even weten in de poll met een ja. En een nee, dan is dat ook duidelijk. Dan gaan we ondertussen even verder met de conclusies. De eerste conclusie is dus dat er eigenlijk geschikte methodes bereid zijn beschikbaar zijn gemaakt voor korte keteninitiatieven. Verschillende instrumenten en tools die zijn beschreven. En die zijn ook getest door de 18 case studies, dus hoe het van toepassing kan zijn. Daaruit is voortgekomen dat er dus een mooie innovation inventory op het platform beschikbaar is. Waar mensen zelf, korte keteninitiatieven of actoren, stakeholders, het heeft een heel breed perspectief, kunnen verkennen welke innovaties er al aanwezig zijn. En het einddoel is natuurlijk dat dat nog groter wordt en er nog meer innovaties toe worden gevoegd. Vervolgens kun je dus als korte keteninitiatief zelf je succesfactoren en knelpunten analyseren en kijken welke innovatie daar nou mogelijk complementair aan kan zijn om dat te verbeteren. De volgende conclusie is dus dat die communicatie van die waardepropositie en het herbestendigen van je waardepropositie en verbeteren van je waardepropositie, dat dat door innovaties gestimuleerd kan worden. Daar zijn verschillende instrumenten voor aanwezig. En belangrijk is ook dat je dat goed communiceert naar de consument. Het is natuurlijk altijd makkelijk gezegd, een innovatie analyseren, implementeren. Maar hoe doe je dat nu? En wat is er dan vaak uit het onderzoek is gebleken dat er dan vanuit de case studies nog ontwikkeling nodig is. Bijvoorbeeld kennis en vaardigheden op IT, marketing of technisch niveau. En dat kan dus net maken of dat een innovatie relevant is voor dat initiatief of niet. Financiële criteria, dus heb je de investeringskosten en de kost- en baatanalyse, gaat het in de lange termijn ook iets opbrengen? Dat is ook een belangrijk punt om mee te nemen. De sociale geschiktheid, dus kun je binnen je organisatie implementeren? Wordt het goed opgepakt? Ben je organisatorisch goed georganiseerd? Dat is ook een belangrijk element om te overwegen. En uiteindelijk zijn er al een aantal innovaties geïmplementeerd door de case studies, die heel makkelijk toepasbaar waren. Zoals ik al eerder zei, collectieve verkooppunten of collectieve marketing, dat is eentje die goed wordt opgepakt. Mm-hmm.
Ook een hele interessante is biologisch afbreekbare verpakkingen. Dus bijvoorbeeld met stro, een package voor het, wel koeling, het koel houden van de producten, als wel beschermen. En sociale media marketingcampagnes. Dus een collectieve reach creëren en een grotere consumentengroep en doelgroep aanspreken. Even kijken, kunnen we al de poll zien, de resultaten, misschien van 1 of 2? Ja, hier is de vraag, wie wilde deelnemen aan projecten waar nieuwe technische of non-technologische innovaties ontwikkeld worden? Hebben 17 mensen volmondig ja op gezegd, dus ik denk dat we al een goede groep hebben om hieraan door te werken. Fijn. En, tof, en jij hebt dus ook echt ervaren dat individuele partijen of kleine groep partijen kennis opdeden, innovatie ontwikkelden, met iedereen delen en vervolgens weer kijken hoe is dit per locatie specifiek weer relevant en toepasbaar. Ja, en dat op een Europese schaal vanuit 9 landen, dus daar heb je ook verschillende contexten, maar ooit zie je dat het heel makkelijk toepasbaar is in andere landen zo. Dus dat is de kracht van Smart Chain en hopelijk de kracht en het vervolg van dit platform en de innovatie inventory die daarmee paard gaat. Ja. Super tof om te zien. Er zijn inmiddels al 20 mensen geworden, dus het wordt steeds beter. En heel mooi om te zien dat het echt gaat naar samenwerking, collaboratie aan de top in plaats van competitie. En dat belooft heel veel goed voor de toekomst. Absoluut. Ja. Mooi. Dankjewel Bob. Ja, bedankt. Echt, geweldig om de resultaten te horen. Dan zou ik na nu, en als mensen vragen hebben, uiteraard bob@m.nl. Ja. Dat is een snelle mailer, dus hij zal zo en weer contact met je opnemen. Ja, aan het einde van, van het event. Nou, dan gaan we nu door naar werkpakket 3. En gaan we echt naar de sociale innovaties kijken. Maria Frits van Local die zal hier de verdere presentatie voor doen en toelichten. Dus nu eerst een voorstel rond van haar. Dankjewel Bob. Hallo, dankjewel. Ik ben Maria Frits, projectcoördinator bij Local. Wat is eigenlijk sociale innovatie? En hoe kan dat bijdragen aan de succes van korte ketens? Dat heeft de University of Crete de afgelopen 3 jaren in het Smart Chain project onderzocht. En de resultaten ga ik hier presenteren. Ze hebben een nieuwe definitie bepaald. En best practices en drijfveren voor acteuren om echt mee te doen bepaald. En daarnaast hebben ze op basis daarvan een social impact assessment template opgebouwd en daarmee 9 case studies van de Smart Chain Consortium onderzocht. En de resultaten, dus ook weer successen, hoe je goede sociale innovatie kan introduceren, die horen jullie nu. Ja, welkom. Dankjewel dat jullie aan het luisteren zijn. Ga ik er gewoon. Fantastisch. Ga ervoor, vertel ons. Ja. Wat zijn sociale innovaties? Nou, ik denk iedereen die hier aanwezig is, heeft zich toch al afgevraagd hoe hij of zij zelf verandering kan brengen en sociale positieve impact kan maken. En daar gaat het daarom. Dat hebben zij onderzocht het afgelopen 3 jaar met een aantal partners. Vooral. Wat is er cruciaal in voor de korte keten om sociale innovatie een succes te maken? Dus het gaat om best practices en drijfveren. En dan nog hoe je het best implementeert. Dus ik begin er maar. Ze hebben begonnen. Sociale innovatie is een heel vaag begrip en iedereen denkt er iets bij. Maar zij hebben dus verzocht echt een definitie vast te stellen. Dan de drijfveren best practices, zoals ik zei. En dan op basis daarvan samen met een community of practice van over 9 partijen. Want het consortium is natuurlijk heel groot. Dat te valideren. En op basis daarvan hebben ze een assessment tool opgebouwd. Om ook echt hulpmiddelen te kunnen identificeren die sociale innovatie in korte keten kunnen versterken. Hoe hebben ze dat gedaan? Ik zei al University of Crete, maar ook andere academische partners, dus literatuuronderzoek. Mm-hmm. Er is al heel veel en op basis daarvan konden ze al dit fundament bouwen en dan die community of practice evenementen om het te valideren in de verschillende landen, dus ook met verschillende case studies, verschillende culturele achtergronden.
En daaropheen dan het assessment instrument. En daar ga ik verder nog op in, want daar hebben ze een paar interessante resultaten uitgehaald. Zoals ik zei, het is een heel algemeen begrip. Het wordt heel graag gebruikt. Iedereen vindt sociale innovatie leuk, maar wat is het precies? Zij hebben dat nu aangepast voor de korte keten. Het zijn dus, zoals wij denk ik weten in ons werk, het zijn processen. Het is niet iets wat je binnen een paar maanden neerzet. Het is iets langdurigs en daardoor ook duurzaam, want je verandert daarmee op lange termijn de relaties, perspectieven en manieren van denken en handelen van de betrokkenen actoren. En daarmee kom je dus, bereik je dus de sociale doelen die wij alle als korte ketenacteuren natuurlijk willen bereiken, onder andere. En om manieren van denken te veranderen, nou, dat is niet zo makkelijk. Maar waarom is het belangrijk en vooral waarom is het belangrijk in de korte keten? Nou, wij willen natuurlijk op lange termijn het hele voedselsysteem veranderen. Het is een multi-acteur onderneming. Dus om het langdurige te waarborgen en ook van generatie naar generatie te waarborgen. Daarvoor heb je de sociale impact nodig om het vermogen van de samenleving om op lange termijn anders te handelen, te vergroten. Dus hoe doe je dat? Op basis van een literatuuronderzoek en op basis van praktisch kennis. Nou, je ontwikkelt en je implementeert zelf oplossingen. Je wacht er niet op dat er iemand anders met oplossingen komt. Je wacht er misschien niet op specifieke acteuren die er met oplossingen komen. Je betrekt zoveel mogelijk acteurs, je doet het samen. Want alleen samen ben je sterk en dat moet je daarom ook transparant, eerlijk, direct doen, bij elkaar komen, elkaar helpen, want de problemen zijn vaak dezelfde. Je organiseert trainingen voor communicatie en samenwerking, je vraagt om facilitering, want er zijn natuurlijk ook anderen, het is een pool, het is een netwerk. En als je echt aan het beginnen bent, probeer je in het begin al sterke leiders of kleine groepen initiatiefnemers te nemen. Zodat je in het begin een sterke groep hebt die het samen wil oppakken. En die dan ook samen voor facilitering kan zorgen en het verder brengen van de samenwerking. Nu kunnen we denk ik even naar de poll kijken wie eigenlijk hier allemaal betrokken is al bij sociale innovatie. Leuk. Ja, dat zouden inderdaad vragen in het huis. Wie heeft er zelf een sociale innovatie die ze wellicht willen delen met het ecosysteem waar we door kunnen werken? Dan laten we die even lopen en dan komen we er zo op terug. Ja. We gaan gewoon door, ja. Dat is dus op basis ook van literatuuronderzoek, van wat is er al. Ik ben er heel benieuwd over de discussie later over wie dat ook in Nederland ervaren wordt. Dan, hoe zit het met de succesvolle best practices? Wat heeft al gewerkt? Nou, het is het delen, zowel van bronnen als van ruimtes. Bij elkaar komen, elkaars hub gebruiken, elkaars opslag bijvoorbeeld al gebruiken, etc. Bestaande innovaties gebruiken. Houd de keten open. Transparantie en verkoop direct als mogelijk, ook dat in samenwerking. Kom in verbinding met andere korte ketenleden. Doe het ook niet alleen maar over werk, maar probeer ook echt een team spirit op te bouwen, een team te worden. Dus de sociale en de fysieke aspecten komen bij elkaar en gebruik formele afspraken, zodat er ook echt vooruitgang verboekt wordt. Maar bouw ook op vertrouwen. En dat hangt dan weer mee samen met samen leuke activiteiten doen. Bouw op elkaar en probeer echt vertrouwen op te bouwen, wat natuurlijk niet meer zo gebeurt. Maar wel essentieel is. Wat anders, commercialiseer je eigen toekomst en communiceer dat aan anderen. Dus maak plannen, maak roadmaps, hoe gaat het verder. Collectief leiderschap maakt uiteindelijk een heel groot verschil als het niet alleen eentje is. Daar is natuurlijk ook de powerrelaties soms heel moeilijk.
Wat natuurlijk een heel mooi resultaat is, vertrouwen leidt tot meer vertrouwen. Dus het gaat niet alleen daarom dat je elkaar eerst vertrouwt nadat je 5 jaar samengewerkt hebt en het is nooit fout gegaan. Nee, je moet ook vertrouwen vanaf het begin soms schenken en daardoor groeit het veel sneller. En identificeer een gedeeld doel, visie en principes, dat zijn natuurlijk... Dat is allemaal waardeloos als je daar niet zelf waarde toevoegt. Jij moet het invullen samen en daarmee zijn we bezig. Dit zijn niet alleen plaatjes die je aan je keukentafel plakt, maar dat zijn dingen die echt gewerkt hebben. Fantastisch. Nou, en heb jij dit ook al zien gebeuren op deze manier in de organisatie met elkaar samengewerkt hebben binnen Smart Chain? Dat door transparantie, vertrouwen, fysieke nabijheid, gedeelde doelen echt sociale innovaties konden ontstaan? Ja, dat zeker. Bijvoorbeeld, ik ben nu sinds kort weer terug in Duitsland en heb daar al een heel mooie toegang gekregen, ook door het Smart Chain netwerk. En hier zie ik dat afgelopen jaar in Nederland, je kon natuurlijk fysiek niet bij elkaar komen, maar dat was dus uiteindelijk niet het grootste probleem, omdat er al daarvoor samengewerkt was. En omdat dan daarop wel verder kon worden gegaan. En omdat het toch gewoon belangrijk is dat je regelmatig met jou en met elkaar in gesprek gaat. Dat maakt het dan ook makkelijk om innovaties te ontwikkelen en toe te passen. Dus ook gewoon mooi. Een belletje geven. Fantastisch. Dan op de poll, wie heeft er al sociale innovaties ze zouden willen delen? En wij 6 mensen met volmondig ja. Dus ik denk dat we nog meer goede voorbeelden kunnen gaan creëren. Ja, waarschijnlijk werken ze ook soms al aan sociale innovaties zonder misschien ongetwijfeld door te hebben. Waarom moeten korte ketens hun sociale impact meten? Wat is daar de waarde daarvan? Dat was het de vierde stap van deze werkpakket. Zij hebben op basis van al die community of practice en literatuuronderzoek en de social innovation assessment template gebouwd. Waar je dus door verschillende vragen heen gaat als je een innovatie hebt. En op basis daarvan kun je ze zichtbaar maken wat voor meerwaarde ze creëert, behalve je economische waarde. En dat helpt om je beter te positioneren, beter communiceren, zichtbaar maken. Het is begrijpelijk voor consumenten, maar ook voor retailers. En je kan je eigen waardes beter communiceren als je dat kan laten zien door zo'n assessment. Dit is een template die tijdens het project opgebouwd is, maar er zijn ook andere manieren om dit vast te stellen. En daar wordt nu heel veel aan gewerkt om dit ook toegankelijker te maken. Maar het makkelijkste is gewoon delen en laten zien en transparant zijn. Zij hebben dat op basis van 5 thema's gemaakt. Dus economisch, ecologisch, sociocultureel, governance en invloed. En zij hebben dat inderdaad op de 16 case studies van 18 toe kunnen passen in dit project. Dus jullie kunnen het ook zien. Het zijn heel veel verschillende culturele achtergronden ook geweest. En local to local was er ook bij. Uit Nederland. En op basis daarvan kan je zowel laten zien wat dus voor je eigen initiatief werkt en waar je misschien nog zwakte punten hebt, maar je kan ook vergelijken met andere initiatieven en zij hebben dus alle met elkaar vergeleken en kunnen zo ook zeggen wat er misschien algemeen in die sector al heel goed werkt aan sociale innovatie en sociale impact en wat er nog niet zo goed werkt. Daarop gaand kan je bijvoorbeeld zien dat de gegenereerde waarde heel sterk gedistribueerd is en ook al gecommuniceerd wordt. Dus het is niet alleen op één plek heel goed, maar het zijn echt de sociale impact is al breed verdeeld. Dat is heel fijn. Het klantenvertrouwen is heel hoog. En de rol van de klanten is natuurlijk ook heel belangrijk, vooral als je bijvoorbeeld direct verkoop hebt. Er is heel grote aandacht voor milieuvriendelijke verpakkingen. Ik denk dat kwam ook door de hele plastic discussie de afgelopen jaren.
En tot nu toe is er meer biologische productie dan lokale traditionele productie in deze korte keteninitiatieven. Er is weinig aangegeven worden van die case studies over salarisniveau, maar er is wel een grote gender evenwicht. En er is nog niet zoveel, omdat het veel startende bedrijven zijn, weinig extra arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld of pensioensopbouw, maar wel heel actieve rollen in de gemeenschappen en daar ook een goede zichtbaarheid en natuurlijk heel waardevol voor de lokale economie. Ja, dan komen we bijna al ten slotte. Dus we doen even nog de tweede poll en dan ga ik daarmee verder en dan kunnen we ook nog over... Fantastisch. En voorbeeld praten. Fantastisch. Dan, ja. Wil jij de mensen vragen? Nee, doe jij maar. Is goed. Nou, we vragen wie wil er samen doorwerken en in projecten en experttafels om nieuwe sociale innovaties te ontwikkelen en die ook weer toe te passen. Ja, dus wie wil ermee aanpakken? Sociale innovaties, het blijft een project dat hopelijk ook vervolgd wordt. Er moet nog aan een toolkit gewerkt worden om de co-creatie makkelijker te maken. Zodat je echt gewoon een paar specifieke dingen hebt, een paar stappen die je kan zetten om sociale innovatie in jouw initiatief te introduceren en te versnellen. En daarmee ook te identificeren wat zijn de visies, wat zijn echt de onderliggende visies, wat zijn de doelstellingen en wensen van de multi-acteuren die in de korte keten betrokken zijn. En als we het over sociale innovaties hebben, dan is er natuurlijk ook nog een heel mooi voorbeeld uit, uit het Nederlandse ecosysteem. Wat ik even moet noemen, of sowieso wilde noemen, want wij hier ook aan meegewerkt hebben het afgelopen jaar. En dat is Local Talent. Want daar proberen wij een levend netwerk en een matchmaking platform te bieden voor jonge talenten met hun heel diverse talenten. Maar die passen perfect bij die heel diverse vragen die uit de voedseltransitie komen. Waar gewoon hulp nodig is, zowel van producenten, boerenkanten als retailers, etc. om die transitie te bevorderen. Dat is een heel mooi voorbeeld van Local Talents van Nederland, van een sociale innovatie die nu in het opbouw is en waar wij denk ik nog even over kunnen hebben. Absoluut. Knap hoor, want het sociale systeem om ons voedsel heen is natuurlijk waanzinnig complex, maar ook heel belangrijk. Het gaat ons over beleving, over ontwikkeling, over samenwerking. En ik vind het mooi dat jullie de resultaten toch zo gekwantificeerd hebben, die analyses erop los kunnen laten en ook het zo concreet kunnen definiëren dat sociale innovaties ook gedeeld kunnen worden. Dus ja. Echt heel knap. En het is heel belangrijk en waardevol, denk ik, dat inderdaad we ook het sociale systeem rond ons eten gezond en in stand blijven houden. En met talents merk je dat ook jonge talenten zich daarbinnen gewoon echt kunnen ontwikkelen, doorontwikkelen en ook daarmee weer bij gaan dragen aan ecologische en andere vraagstukken. Nou, wij zijn toch het beste voorbeeld. Wij zijn dat zelf, inderdaad. Dan mogen we dat meemaken. Dat is ontzettend leuk en heel interessant. Ja. Dankjewel, Maria. Ik zie dat er 5 mensen zijn die ook actief mee willen werken om nieuwe sociale innovaties te ontwikkelen en toe te passen. Dus dat zijn 5 leuke e-mails die je mag sturen en die we zeker weer op gaan volgen. Ja. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt. En je zal zeker weer van Maria horen. Ja. Dankjewel. Dan gaan we nu voor een koffiebreak. Altijd goed natuurlijk. Ik zou zeggen koffie, maar misschien een lokaal sapje nog beter aan te raden. Hou de fruitsuikers hoog. Dan zien we jullie zo weer terug om 1:50. Dank jullie wel. Tot zo. Zo. Welkom terug iedereen. Hopelijk iedereen kunnen genieten van een lekker sapje, kunnen ademen. Nu gaan we door naar werkpakket 4 over consumentengedrag. En daar zal Bouk van Veen van Vlees & Co. meer over kunnen vertellen. Dus eerste introductiefilmpje. Mijn naam is Bouke van der Veen.
Ik ben eigenaar en oprichter van Vlees & Co. En ik ben een van de oprichters van Flavor Food. Als Vlees & Co. heb ik meegedaan als case study aan dit driejarig onderzoek van SmartChain. We hebben het gehad over de definities. We hebben het gehad over wat is dan een korte keten? Wat gaat een korte keten allemaal doen? En hoe ga je dat in Europa allemaal op de verschillende levels brengen? Ik ga je zo meteen meenemen in het verhaal van wat koopt een consument, hoe koopt een consument en waarom koopt een consument en wie is die consument. Dat ga ik je allemaal laten zien in de volgende presentatie. Super, dankjewel. Bauke, the man so nice, you introduced him twice. Bauke, vertel ons alsjeblieft meer over consumentengedrag en wat over je meegemaakt hebt. Ga ik zeker doen. Dankjewel Maarten voor het woord. Ik moet een aantal keer klikken. Hartstikke goed. Wat beïnvloedt de klanten de aankoopbeslissing in de korte keten? Dat is eigenlijk wat we gaan vertellen. Er is een onderzoek gedaan gedurende het afgelopen 3 jaar door het SmartChain Consortium. En het zijn eigenlijk een aantal verschillende onderzoeken zijn hierin gedaan. Dat is een expert stakeholder interview. Consumentenfocusgroepen zijn er gehouden in Duitsland, Hongarije, Spanje en Griekenland. En er is een online consumentenenquête gedaan in navolging op die focusgroepen. Er hebben ongeveer 500 deelnemers in die landen aan meegedaan. Dus dat geeft een aardig inzicht in wat er uiteindelijk in die korte keten gebeurt. Wat consumenten belangrijk vinden. Er zijn toch best wel veel mensen die aan deel hebben genomen. Niet alle landen die binnen het SmartChain Consortium zitten, hebben ze mensen voor gevraagd. Maar ze hebben puur wel naar landen gekeken die representatief zijn voor ook andere landen die erin zitten. En je kunt Nederland over het algemeen wel vergelijken met de resultaten die uit Duitsland komen. Dat zal nog een aantal keer terugkomen in het onderzoek. Hoe kopen consumenten? Belangrijke vraag. Wat zijn de meest belangrijke factoren bij het kopen van voedsel of lokaal voedsel, maar eigenlijk al het voedsel? Allereerst versheid, smaak, algemene kwaliteit is een belangrijke en prijs en gemak bungelt daar een beetje onderaan. Ik wil niet zeggen dat lage prijs helemaal niet belangrijk is. Komen we zo meteen op in andere resultaten ook nog uit het onderzoek. Maar het is de prijs is van iets van ondergeschikter belang dan andere kwaliteiten, zeg maar, als de versheid, smaak en algemene kwaliteit. Je ziet er wel een onderscheid in wat mensen in Duitsland zeggen, dus eigenlijk ook in Nederland. En bijvoorbeeld in andere landen als Griekenland, Hongarije, waar mensen toch meer gewend zijn om naar een marktje te gaan, misschien wat minder te besteden hebben. Dat geeft ook een ander beeld. Ja. Wat zijn de meest gekozen kanalen? Uiteraard supermarkt. Ik weet vanuit onderzoek in Nederland dat bijvoorbeeld 93% van de mensen zijn boodschappen doet in de supermarkt. In Duitsland zal het ongeveer hetzelfde zijn. Dit is heel veel. De lokale groenteboer, de discount supermarkt. Soms is er een heel moeilijk onderscheid natuurlijk tussen de discount supermarkt en de supermarkt. Maar dat geeft allemaal niet. Het is allemaal zijn het kanalen die niet per definitie de korte keten behelzen. En dan zie je inderdaad dat ergens direct sales, organic stores, dat zit ongeveer, dat bungelt er toch een stukje onderaan. Met 6-18% dat mensen dat maandelijks, zeg maar, doen, die boodschappen daar. Komt soms er ook nog weer een andere slide over. Dat wil niet zeggen dat mensen helemaal niet uit de korte keten kopen, maar 73% van de mensen doet wel soms inkopen in de korte keten. En dat is dat inderdaad, zeg maar, misschien 1 keer in de maand. Of inderdaad in andere landen zoals Griekenland, 1/3 doet het eigenlijk wekelijks. Maar in Duitsland 5%, dat betekent eigenlijk 1 op de 20 mensen doet dan zijn boodschappen lokaal. Regelmatig of wat minder regelmatig. Ik denk dat de cijfers inderdaad die in dit geval voor Duitsland gelden ook niet heel ver af liggen van Nederland. We weten dat bijvoorbeeld binnen de metropoolregio Amsterdam 3% van de mensen of 3% van het voedsel wat genuttigd is, dat het daar uit lokale afkomst is. Om maar even een lokale toets eraan te geven, want het blijft lokaal. Waar doen de consumenten dan eigenlijk allemaal hun boodschappen? Op één plek, het liefst natuurlijk, dat zijn supermarkten, hè, wat ik net al zei, favoriet. Toch boerenmarkten. Boerderijwinkels zijn ook wel in trek. Die moeten natuurlijk wel bij in de buurt zitten. Coöperaties, er wordt ook veel online geshopt. Met name in de COVID-periode is er heel veel online toch wel gestegen. Ik bedoel, ik zit zelf in die online voedingsbusiness. We zagen daar gelukkig wel een erg opwaartse trend. En uiteraard in de zorgservice, hè, en Albert Heijn die er flink mee bezig is en de Crisp, Picnic. Allemaal natuurlijk voorbeelden van bezorgservice waar mensen hun boodschappen kunnen doen. En dat maakt het gemak super groot. Dat zijn eigenlijk wel de meest gekozen kanalen voor de aankoop van het voedsel. Is er een bereidheid om meer te betalen voor producten uit de korte keten versus de lange keten? Ja, die is er. En dan met name voor eieren,
fruit, groente en vlees en vis. Dat zijn natuurlijk wel de producten, zoals je ziet, 10% meer, 20% meer, of zijn mensen bereid tot zelfs 50% meer te betalen. En dat zijn ze tot op zekere hoogte wel voor vlees, vis, fruit en groente en eieren. Eieren is natuurlijk een product wat op zich niet heel veel kost. Dus ja, als je het dan over toch wel 50% meer hebt, is dat toch wel een flinke prijs. Het mooie ervan is wel dat mensen inderdaad waarschijnlijk de bewustwording hebben dat je hiermee ook wel je lokale boer support. En daarop terugkomen natuurlijk uiteindelijk een heel klein stukje je voedselstrategie verandert. Of uiteindelijk het voedselbeleid wat er eigenlijk aan de hand is. Eten voor speciale gelegenheden zijn mensen ook wel bereid om wat meer te betalen. Uiteraard voor biologisch. Maar het is inmiddels al wijd en zijd verkrijgbaar in het supermarktschap. Duitsland is de bereidheid het grootst. Heeft ook natuurlijk met name voor biologische producten, heeft ook met het inkomen te maken. Dat het in Duitsland versus Griekenland en Hongarije natuurlijk best wel hoger is onder de verschillende doelgroepen. Dus dat hebben ze hier wel keurig uitgesplitst in dit onderzoek. Wat wordt er dan gekocht uit de korte keten? Nou, met name natuurlijk groente, fruit, eieren, honing, brood. En in andere mate jam, sappen en cereals. Maar dat is nog niet zo. Je hebt heel veel kleine start-ups die met die cereals werken. Dus daar zie je wel een soort van groei in zitten. Maar het is in sommige landen inderdaad wat meer dan in andere landen. Maar je ziet met name inderdaad aan de linkerkant van het scherm. Groente, fruit, eieren zijn echt wel de boventoon. En dat zijn ook wel de makkelijk verkrijgbare producten. Stalletje langs de weg, je gooit er een euro in, je neemt een komkommer mee. Of twee komkommers. Lekker. Zolang je er maar niet meer geld uithaalt. Het is inderdaad hartstikke lekker. Het is lekker. Is het altijd van een poll of komt dat niet? Als jij een vraag wilt stellen, Luc, dan is daar zeker een goed moment voor. Nou, ik heb hem eigenlijk al verklapt, want ik had wel een vraag. Maar wat is het inderdaad, een van de belangrijkste vragen die ik had, hoeveel procent van de mensen koopt eigenlijk of eet uit de korte keten in Nederland. En dan kan je denk ik Amsterdam, groot Amsterdam, wel representatief nemen. Dus dat zou, ik vind het wel benieuwd of mensen, misschien heb ik er te snel overheen gepraat, misschien hebben ze het gehoord. Maar, ja, dan heb je die inderdaad kort verklapt net, met dat helaas nog maar 3% is. Ja. Maar dan hebben we een andere poll voorbereid die wel daar verandering in kan brengen. Ja, want is. Wie wil misschien bij een expertgroep toetreden, waar we gaan kijken of er nog meer marktbenaderingsstrategieën zijn. Kunnen we die ontwikkelen? Kunnen we van elkaar leren? En dus ja of nee? En zo ja, dan gaan we contact met u opnemen. Goeie. Hele mooie, want die beweging die is gestart. Ja. Dan misschien ook een leuk moment om te nemen voor iemand vanuit de chat. We zien wat er uit de korte keten gekocht wordt. En we zagen eerder ook wat zijn de waardes die consumenten belangrijk vinden om dat te rechtvaardigen. En daar is Jimmy die voegt toe. Misschien is er nog een zesde reden, de connectie met de producten of met de producent. Dus een vorm van trots of pride. Ben je die ook tegengekomen? Zeker, die zit ook in het onderzoek. Dat is een hele belangrijke. Met name de connectie, dat is eigenlijk denk ik het allerbelangrijkste. Maar dit zijn redenen die consumenten opgeven. Ja. Vanuit de producerende kant vinden wij juist die connectie met die consument, dus de verbinding boer-burger, vinden wij een super interessante en een hele belangrijke om uiteindelijk het voedselsysteem te kunnen veranderen. Want dan gaat het over connectie. Ja. Wie is die boer? Wat doet hij voor je? Als je investeert in die boer, wat geeft hij terug? Hij slaat meer water op in de bodem. Je krijgt gezondere planten. Je krijgt een andere omgeving. Het wordt anders ingericht. Dus als je die boer iets meer betaalt en je weet wie dit is, dan zal hij er ook. Hij zal er geen grotere Mercedes van kopen. Hij zal er echt investeren in zijn grond. Want dat is het belangrijkste wat hij heeft. Ja. Dus ja, die zit er nog in. Dat is een goede, en als we weten goede dat vraag. De consumenten dat belangrijk vinden, je kan de boer er dus ook echt voor gaan waarderen. Ja. Voor omgaan met de natuur, gezond eten maken en liefde voor het vak hebben. Dat is precies, fantastisch. In een mooi circulair systeem. Mooi, dan één kritische vraag, een opmerking even dubbel checken van Rianne. Die zegt, dus vanuit het onderzoek wordt eigenlijk nu gezegd dat 88% meer zou willen betalen voor bijvoorbeeld vlees of vis uit de korte keten. Ja. Dat komt overeen met onze resultaat, want het is een waanzinnig resultaat. Ja, dat is een heel mooi resultaat. En het is inderdaad, ik zie dat zelf ook. Hè. Ik werk met producten uit de korte keten, een hoog segment. En mensen zijn inderdaad bereid om er meer voor te betalen. Omdat ze ook weten wat het uiteindelijk doet voor het systeem. Je hebt allemaal de misstanden waarschijnlijk wel gelezen wat er nu gebeurde bij een bepaalde slachterij in Epe. Dat is deze week openbaar geworden. Ik heb gisteren het filmpje gekeken omdat ik vind dat ik het moet zien. Ik vond het verschrikkelijk. Ja. En ik weet hoe bij onze slager er aan toe gaat, onze slachterij. We hebben ook bewust gekozen voor een kleine. En dat vind ik, dat is juist om die redenen. Dat bij grote slachterijen, ik had echt gedacht dat het in Nederland niet meer zou voorkomen. Ik ben erin beschaamd.
Dus mensen zijn bereid om meer voor te betalen. En dat betekent ook dat je dus met betere partijen kunt gaan werken. Of in ieder geval partijen die de waardes net zo hoog in het vaandel hebben staan als dat ik het heb. Niet alleen over duurzaamheid, maar ook over dierenwelzijn. Ja, en de consumenten dat gewoon belangrijk gebeuren. Precies, blijkbaar. Gelukkig wel. Heel mooi. Ja, ja. Tof. Dank voor de vraag. Bedankt voor de vraag inderdaad. Dank voor de vraag. Dan antwoord op de poll nog is leuk om te weten. Wie wil er toetreden in een expertgroep om meer ontwikkelingen voor marktbenadering, strategieën en tactieken te delen en te ontwikkelen? Dat zijn er 11 uit dit ecosysteem. Dus fantastisch. Fantastisch. Dank jullie wel. Dank jullie wel. De positieve houding ten opzichte van de korte keten. Wie is het met die stelling eens? Nou, in ieder geval algemeen, ik vind het een geweldig concept. De korte keten, dat is wat mensen teruggeven in dit hele onderzoek. Ik denk dat de korte keten erg goed is en het bestaan van de korte keten is erg belangrijk. Het zijn zomaar 3 phrases die mensen teruggaven in de verschillende onderzoeken. Uiteraard weer in Duitsland is die houding, het heeft natuurlijk ook weer met geld te maken, is belangrijk. Overigens de perceptie is natuurlijk dat in de korte keten altijd de producten duurder zijn. Komen we ook zo meteen op. Het hoeft niet altijd, maar het is helaas wel eens zo het geval. Redenen om lokaal voedsel te kopen uit de korte keten. Welke redenen zijn voor toepassing om uit de korte keten te kopen? Nou, heel belangrijk. Support je lokale producers. Dus het support je lokale boer. Is een hele belangrijke. Hè? Je kunt hem wat meer betalen. Je weet wie die is. Je weet uiteindelijk ook. Je kunt bijna controleren wat hij met jouw geld doet. Ik weet waar het vandaan komt. Het is natuurlijker. Het is beter voor de omgeving, voor de wereld, beter voor die environment. Hogere kwaliteit. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk best wel heel hoog scoren hier. Dat is een belangrijke. Er zijn er dan ook redenen om niet in de korte keten te kopen. En die zijn er helaas ook. Het is duur, hè, wat ik net al zeg. Dus het is in ieder geval de perceptie. Het is moeilijk om eraan te komen. Ook dat is waar. Zolang we nog niet georganiseerd hebben met het gemak wat de supermarkt kan bieden. Want daar gaat het over efficiëntie, daar gaat het over wielen. Daar gaat het over het organiseren met bestelplatformen. Waar we allemaal heel druk mee bezig zijn. Maar dat is best ingewikkeld. Het is een op papier een hele simpele opgave. Maar het is waar. En waarom is het dan duurder? Het heeft echt te maken met efficiëntie. Als ik met Bob praat, onze lokale komkommerteler, maakt fantastische mooie biologische komkommers. Zit bij mij 500 meter vandaan. Bob zegt, het is voor mij makkelijker om een vrachtwagen komkommers in Zweden of in Engeland te krijgen dan 2 kratjes bij Casper van de Eco-winkel. En zo is het ook. Ja. Dat is echt super ingewikkeld. Omdat je dan met 2 kratjes heen weer moet rijden. En dat is niet te doen. Dus ga er maar aan staan. We doen het wel. We zijn het aan het organiseren. De perceptie van de korte keten. Daar gaat hij. En het is over het algemeen de perceptie van mensen dat het een klein gemengd akkerbouwbedrijf is. Met meer biologische producten, hè, of meer organisch ingestoken. Het is natuurlijker. Heeft natuurlijk ook een relatie met dat. Je hebt minder middelen nodig om misschien een kleinere trekker of andere producten. En ik moet eerlijk zeggen dat dit soort bedrijven, zoals het er hieruit ziet, ja, die kom je natuurlijk in de polder niet echt meer tegen. Het is bijna een soort van moestuin. Waarom moet het meer kosten? Dat is ook een belangrijke, omdat je niet spuit met gif bijvoorbeeld, kan het misschien goedkoper zijn. Nou, heb ik net uitgelegd, omdat het gewoon super inefficiënt nog is. Het gaat echt over volumes. Als 30% of 20% van de mensen uit de korte keten eet, kunnen wij het goedkoper maken, omdat we het gewoon efficiënter kunnen vermarkten. Precies. En dat is waar het om gaat. Je zei het net ook al, we staan er samen aan. En zie je bij een smart junk gebeuren, dat al die lokale ondernemers met hun eigen karakter en hun eigen waardes wel kunnen samenwerken om die schaalvoordelen te creëren. Precies. Maar het behoud van die eigen identiteit en smaak en impact. Ja, dat is een belangrijk. Ook het behoud van de identiteit. En dat is ook wel te doen. Ja. En dat is natuurlijk precies waar we mee aan het werk zijn. Dus het is langzamer. En wat ze hiermee bedoelen is dat het groeit allemaal langzamer. Nou, dat kan. Als het buiten groeit, hebben we ook dit jaar gezien. De winter heeft iets langer doorgetrokken. Dat betekent ook dat bepaalde producten gewoon 4 weken later leverbaar zijn. Dat hebben we gewoon gezien. De bloemkolen die zijn echt gewoon 3-4 weken later. Dan kunnen we ze nog niet aanbieden. Nee. Tenminste niet lokaal. Lagere opbrengsten, dat is ook een ding. Hè, wat mensen denken van, nou oké, lager opbrengst, dat klopt ook wel. Het is over het algemeen iets kleinschaliger. Je moet meer, maar ook financieel lagere opbrengsten voor in de korte keten. Je kan op zich wel meer vragen als prijs. Dat is ook wel weer mooi als boer zijnde in de korte keten. Omdat je het gewoon vermarkt. Mensen zijn bereid om iets meer te betalen. Mm. Maar het is nog altijd een klein deel van je afzet. Ik had laatst een onderhandeling, of ik zat in een presentatie met een knoflookboer. En die zei, afgelopen jaar heb ik ongeveer 5% van afzet in de korte keten gedaan. En dat heeft me ongeveer 10% van mijn omzet opgeleverd. Dat betekent dat het gewoon echt wel substantieel is. Dus wij vragen ook niet aan boeren om alles wat zij doen, zeker niet hier in Flevoland, lokaal te vermarkten. Maar ik denk dat die mix
wel beter kan dan dat hij vandaag is. En het blijkt ook dat het gewoon ook gezond is voor je eigen bedrijf. Goed, daarom kost het ook meer. Al deze dingen, dat is in één keer zo. Wat wel belangrijk is, de communicatie naar consumenten, hoe het proces is gelinkt aan de kosten, dat is ook wat consumenten terugvragen. Oké, en hoe komt het dan dat jij duurder bent? Wat betaal ik dan eigenlijk voor? Leg het eens uit. Ik kan je uit naam van alle boeren waar ik mee werk, of waar wij mee werken vanuit Flevo Food, zeggen van ga eens bij die boeren langs, vinden ze superleuk en ze willen je graag uitleggen hoe het nou precies allemaal zit. Het is echt bij deze een uitnodiging aan jullie allen om daar langs te gaan. Wat consumenten willen weten, je productieproces, het kan middels boerderijbezoek, wat ik net zeg, video, foto's op website en social media. Dus als boer zijnde of producent zijnde, zet je social media in. Want de consumenten zijn echt wel bereid daarnaar te luisteren en pikken dat ook wel op. Want we zien afgelopen jaar ook een enorme trend. Dat is dan het onderzoek is van de afgelopen 3 jaar. Maar we zien echt afgelopen jaar in COVID een trend in belang wat mensen graag willen. Mm-hmm. Wat zijn de voordelen van je producten? Gezondheid, duurzaamheid en het helpt de lokale economie. Dat is zeer zeker zo. Wat ik straks ook al zei, betaal die boeren een beetje meer. En je ziet het gewoon terug in je landschap om je heen. Wat meer circulairder wordt, boeren gaan samenwerken. We kunnen met meer circulaire producten gaan werken. We kunnen die producten weer gaan vermarkten. We kunnen productinnovaties gaan plegen. We kunnen ermee doen. Er zijn genoeg dingen. Maar er moet wel een basis liggen. We moeten kunnen vermarkten. Dus dat zijn zeker de voordelen van producten. En een hele belangrijke is dat over het algemeen de lokale producten in de korte keten niet uber-processed zijn. Dus ze zijn echt gewoon of gewoon basis zoals het is, of ze zijn wel processed in een maaltijd, maar niet uber-processed. Met zouten, suikers, alles toegevoegd, E-nummers, mm-hmm. om het maar eigenlijk iets wat geen voedsel is, voedsel te maken. margarine, bijvoorbeeld, zul je de korte keten niet tegenkomen. Als je zowel de lange en de korte keten afzet, de consumentenverschil in percentage van je winst weten, is ook een hele interessante. Oh. Dat klanten dat teruggeven. Ja. En dat willen ze eigenlijk weten van oké, hoe zit het dan met niet alleen je bedrijfsvoering, maar eigenlijk moet je openheid van zaken geven. En ik denk ook dat het heel belangrijk is in een korte keten. Dat je tegen zo'n consument zegt van ja weet je, luister, het komt dus daar en daar en daarvoor. Enerzijds natuurlijk die efficiëntie. Anderzijds inderdaad, als jij in de lange keten afzet, ja, hoe kan dat dan dat het allemaal goedkoper is? Een belangrijke, laten we die niet vergeten, wat hierin zit, is natuurlijk ook dat een boer in de lange keten over het algemeen iets minder voor zijn producten krijgt. Eigenlijk helemaal geen gezonde marge. Nee. Soms kan er niet eens een boterham van eten, omdat die zo onder druk wordt gezet. Wat ik denk wat anders moet. Ah, interessant dus, dat consumenten dat dan ook juist willen zien. Precies, ze willen dat weten. Ja. Een stukje transparantie, heel belangrijk. Ik ben super blij met die antwoorden dat het eruit komt. Ja. En bouwen aan vertrouwen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dus online communicatie, nieuwsbrieven, eigenlijk weer gelinkt aan punt 1. Maar daarmee creëer je natuurlijk wel een band met je afnemers, met je potentiële doelgroep. Dat je zegt van luister, ik doe het zo, schrijf je in voor een nieuwsbrief, lees de communicatie, want ze hebben echt wel wat te vertellen, die producenten en die boeren. Welke consumenten kopen dan uit de korte keten? Nou, je kan ze eigenlijk in 2 groepen splitsen. Gemiddelde gezinnen met jonge kinderen. Het belangrijkste reden is dat ze over het algemeen een goede baan hebben. En die jonge kinderen willen ze gewoon niet volstoppen met producten die anoniem zijn en waarvan ze eigenlijk bestaan niet weten. Dus is het giftig, ja of nee? Misschien niet eens zozeer de bedoeling om die boer te supporten. Dat is wel met de volgende doelgroep. Kijk, zij vinden natuurlijk gezondheid belangrijk. De wereld, dus toch die minder kilometers maken. Boeren die met elkaar samenwerken is misschien niet eens het allerbelangrijkste. Het is wel voor ons natuurlijk een middel om uiteindelijk daar te komen waar we willen komen, mm-hmm. in de korte keten. Het is vaak biologisch en iets met geld. Dat hebben ze in ieder geval te besteden. De ouderen, dat is een doelgroep die wel belangrijk vindt, zeg maar, dat die connectie met die boeren is. Want zij zijn eigenlijk nog van vroeger uit gewend. Ik bedoel, ik hoef het niet eens zo heel lang terug te gaan. In mijn jeugd waren er geen supermarkten. Ze begonnen net op te komen. Dus kun je zien dat in een jaar of, wat zal ik zeggen, jaren 50, die supermarkt echt van nog bijna niet bestaan tot, ik moet maar zeggen, bijna de macht in de voedselketen die ze nu hebben, in de lange keten, is echt enorm gegroeid. En dat is allemaal prima. Maar deze mensen hebben ook wel een hang naar vroeger. Ze hebben ook wat te besteden, hebben hun schaapjes al bedrogen, hebben de tijd ervoor, hebben de tijd om te koken met die mooie producten. Dus het is uiteindelijk is dat niet zo gek dat dit een hele belangrijke is in de korte keten. Een stukje trots. Ja, precies. Ja. En vaak inderdaad natuurlijk, ze hebben in de omgeving gewoond. We gaan weer terug naar waar ze vandaan komen. Dus dat is mooi. Ze gaan meer dan gemiddeld naar de boerenmarkt. Ze kopen echt lokale producten. Nou ja, als ik die hele lekkere asperges zie, moet ik even denken aan de lokale aspergeboer hier
op de vaart. Ook niet zo ver bij mijn huis vandaan, buitenvaart. Super lekkere asperges, voor echt een mooie prijs. Je moet er wel naartoe, je moet ze wel zelf ophalen. Maar dan heb je wel dagverse groene asperges. Heerlijk. Ik kan niet wachten. En nogmaals, we hebben de tijd. De waardes. Oké, niet-gebruikers, ze geven meer om hun gezondheid. Zijn zich meer bewust van de ethische aspecten. Uiteraard het gevoel bij die boer, wat ik net zei. Geven meer om duurzaamheidsaspecten, dus een betere wereld. En als er lokaal wordt gekocht, ja, dan is het de partners zijn natuurlijk van invloed. Vrienden, familie, de mensen om je heen, die vinden daar wat van. En die geven je altijd goede feedback. Haalbaarheid om te kopen als het gaat om tijd, geld en verkrijgbaarheid, wat ik net zei. Je moet wel naar die boer toe kunnen, je moet er de tijd voor hebben. Misschien nog niet eens zozeer het geld, maar je moet niet langs één initiatief nu nog. En dat zou natuurlijk wel mooi zijn en dat gaan we veranderen. Gebruik je Google Analytics? Nou, die ga ik even snel doorheen. Dat is een belangrijke om inderdaad Analytics te gebruiken als je producent bent. Om te kijken van oké, wat is mijn doelgroep? Hoe beweegt mijn doelgroep zich? Waar kan ik nog dingen verbeteren, aanpassen? Waar kan ik bijsturen? Google, niet alleen Analytics, maar geef je daar heel erg veel inzicht in. Dus zorg dat je dat voor elkaar hebt als je een webshop hebt of dat soort dingen. COVID, een van de laatste slides, is natuurlijk bekend dat het heel veel gedaan heeft. Het heeft de bekendheid voor lokaal voedsel. Natuurlijk staat hier in Spanje, maar het is in Nederland precies hetzelfde. Grenzen waren dicht, producten moesten toch gekocht worden. Dat heeft in ieder geval in de korte keten waar ik in zit wel gezorgd voor een enorme boost. En ik hoor het natuurlijk van alle partijen om ons heen dat die allemaal vier keer zoveel zijn gaan verkopen afgelopen jaar minimaal. De korte keten is een goed middel om je voor te bereiden op soortgelijke crisis als COVID, dat is ook waar. Ik bedoel, zorg dat je de korte keten van elkaar hebt en heb je in ieder geval niks met landsgrenzen te maken die wel of niet dicht gaan. Wat nu in het begin zo was. Of aardappelboeren die allemaal aardappels over hadden omdat de frietconsumptie stil lag, omdat de horeca wat minder was. En de festivals. Nou ja, we zijn natuurlijk allebei festivalgangers en we weten hoe dat zit. Ik bedoel, ik eet ook andere dingen, maar een frietje op een festival naast het biertje is nooit slecht. Er is een kleine positieve toename in de intentie om uit de korte keten te kopen tijdens COVID. Nou, ik noem hem wel meer dan klein. Als het vier keer zoveel is, vind ik het echt een enorme grote stap. Ik hoop dat die blijft. En daar zijn we natuurlijk hard mee aan het werk. En er is een sterke toename in de intentie. Samenvatting, nou goed, daar ben ik net allemaal, ik heb alles verteld. Dus die denk ik dat we die even kunnen overslaan. Want hier komt alles eigenlijk samen wat ik net heb verteld. Om even af te sluiten, ik vond het een goed onderzoek om te lezen. Er zaten voor mij toch wel een paar verrassende dingen in. Dat mensen bereid zijn om toch wel wat meer te betalen. Heel fijn. En teruggeven inderdaad. Dat ze ook heel nieuwsgierig zijn. Van oké, als ik dan die boer wat meer betaal. Wat krijg ik er dan voor terug? Hoe besteedt hij zijn geld? En wat doet het voor mij? Wat zin het voor mij? Dat is natuurlijk altijd een belangrijke. Dus wat geeft zo'n boer terug? Al is het alleen maar aan een mooie diversiteit op zijn land. Nou, fantastisch. Dankjewel, Bouke. Graag gedaan. Dat is ook een perfect bruggetje naar het volgende onderwerp. Ik zei, je zegt, consumenten die vinden het steeds belangrijker. Ja. En die vinden bepaalde waardes belangrijk waar ze aan willen bijdragen. We zijn er zelfs bereid voor te betalen, maar willen wel transparant zien welke impact er dan gemaakt wordt. En dat is mooi waar we het nu over gaan hebben. Met welke impactmodellen kan je dit soort waardes meten op ecologisch, sociaal en economisch vlak? Fantastisch. Nou, en daarvoor halen we nu Bob er weer bij. Bouke, ik ben benieuwd. Dankjewel. Ik krijg nu de introductievideo van Bob voor werkpakket 5 impactmodellen. Hoi, daar ben ik weer. Hopelijk hebben jullie veel kennis opgedaan over hoe jullie verschillende consumentengroepen kunnen benaderen. Ik ga jullie nu iets meer vertellen over het werkpakket 5. Betreffende duurzaamheidsanalyse, waar een milieuanalyse en een social impact analyse is gedaan door onze onderzoekspartners. En de vergelijking wordt getrokken tussen de lange ketens en de korte ketens. Want de vraag, welke ketens zijn nu duurzamer, brengt natuurlijk veel discussies op. Dus onze onderzoekspartners hebben dit proberen te valideren en specificeren in een onderzoek. Op basis van de levenscyclusanalyse. En ik ga jullie nu meer vertellen hoe dat onderzoek is uitgevoerd. Nice, Bob. Dankjewel. Een complex onderwerp. En we zijn heel benieuwd hoe we de impact die we voor ogen hebben, waar boeren aan bij kunnen dragen, hoe we dat kunnen meten en vertalen aan de consument. Ja, het is dus op basis van een levenscyclusanalyse. Dat betekent dat je dus een eenheid van een product gaat analyseren en daar de verschillende milieu-impacten, maar ook sociale impacten van gaat analyseren. Binnen SmartChain zijn er dus een aantal onderzoekspartners die dit onderzoek hebben uitgevoerd, de datacollectie. Agroscope in Zwitserland, ASTI in Spanje, CPA in Frankrijk, Gastonia Globaal in Spanje en Food and Drink Europe in België.
Nou, de doelstellingen en het proces van deze analyse is opgebouwd uit een eerste datacollectie van de algemene data. Dus welke indicatoren zijn belangrijk om deze impact te kunnen meten? Nou, daar is een framework voor opgesteld. Vervolgens zijn daar specifieke case studies bij gezocht die deze data zouden kunnen weergeven. In dat proces is er dus ook datacollectie vanuit de 7 case studies zijn hiervoor geselecteerd voor dit werkpakket. Dus niet alle case studies zijn hier aan toegekomen of in deze analyse gebracht. En vervolgens is er dus een milieu impact assessment uitgevoerd en een sociale impact assessment. En wat eigenlijk is vergeleken van welke impact heeft een korte keten initiatief vergeleken met de lange keten. Nou, hier zijn dus uiteindelijk aanbevelingen voor opgesteld die relevant zijn voor de case studies om toe te passen. En dat kan in meerdere regio's. Dus, hier hebben we een overzicht van de verschillende case studies. Zoals je ziet zijn er 7 verschillende landen gerepresenteerd. En we hebben een scala aan verschillende producten proberen te includeren om het zo breed mogelijk in te stellen. Dat je een goed beeld hebt. Van die verschillende impact categorieën. Daar zit dus ook nog onderscheid in tussen dierlijk en plantaardig en wat voor type korte keten het is. De verschillende types die komen als het goed is zo terug bij werkpakket 7 over de verschillende businessmodellen en archetypes. Dus daar ga ik niet te veel op inzoomen. Hoe gaat zo'n milieu-impact-analyse te werk? Eerst moet je een scope hebben. Dus je stelt bepaalde systeemgrenzen op. De systeemgrenzen die we binnen dit werkpakket hebben gekozen betreffen van de gate van de farm tot aan de consument die het koopt. Dus niet meer tot aan huis gebracht, maar echt dat traject. Dus dat kan voor de korte keten zijn bij boerderijwinkels of bij markten. En voor de lange keten zou dat dus of in supermarkten zijn of in groothandels. Die vergelijking is gemaakt. Vervolgens zijn daar dus voor de milieu-impactanalyse dus verschillende datasets gekozen. En dat is op basis van de life cycle inventory. Life cycle inventory, dat is dus door de datacollectie is dat geanalyseerd en assessed. Waar dus uiteindelijk de resultaten en conclusies en aanbevelingen uit voort zijn gekomen. Mm-hmm. Korte vraag. Yes. De kijkers. Is vis niet meegenomen om te kijken wat daar de impact van is? Even kijken, gaan we terug. Klopt. Natuurlijk ingewikkeld. Ja, dat is zeker zo. En ook even inzoomend op de scope is het, dat ben ik vergeten te vertellen, is het productieproces dus niet meegenomen. Mm-hmm. Dus de primaire productie, omdat dat buiten de scope valt van het onderzoek, omdat het echt focust op korte ketens. Het hele productieproces, dat is een heel ander. Een heel andere analyse. En dat zou dan ook alles uit verband trekken om die analyse mee te nemen. Inderdaad, misschien voor een vervolgonderzoek zouden we de vissector mee kunnen nemen. Misschien is het nu ook wel een mooi punt dan om meteen even een poll erin te gooien. Let's go. We hebben dus een poll met de vraag of jij al bezig bent met een impact assessment. Ik ga dadelijk nog verder op de sociale impact assessment. Dus het zijn eigenlijk twee onderdelen. Die leg ik zo verder uit. Maar het is wel leuk om alvast te inventariseren. Ben jij bezig met een impact assessment framework voor korte ketens? Laat het even weten. En dan in het vervolg kunnen we misschien samenwerken of verschillende frameworks naast elkaar leggen om slimme dingen te combineren. Fantastisch. Goed punt. De inzichten vanuit de case studies dus in dit werkpakket, die zijn eigenlijk opverdeeld in verschillende categorieën. Dus de primaire productie, zoals ik zei, dat is buiten de scope, maar daar is wel, er zijn wel bevindingen over geweest. En dat draagt voor wel een heel groot deel bij aan de milieu-impact, dus het is wel belangrijk. En voornamelijk gaat dat over de achtergrondprocessen van de productie van meststoffen, over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en landgebruik. Deze elementen die dragen dus bij aan klimaatverandering. Mm-hmm. Binnen de verpakking is het niet zo'n grote impact op de milieu-impact assessment. Maar het draagt wel bij.
De elementen die hiervoor belangrijk zijn, is eigenlijk vanuit welke grondstof is het gemaakt. Dus glas die heeft een grotere impact dan plastic. En dan weer de vraag van oké, maar als je het dan recycelt of hoe het wordt hergebruikt, dat is van belang. En daarin moet je dan meenemen welke kilometers er moeten gereden worden of hoeveel water er verbruikt wordt om dat weer schoon te maken. Uiteindelijk voor de verwerking en transformatie van producten, daar is het type elektriciteitgebruik van belang om mee te nemen. Bijvoorbeeld of er een gridmix is en of er gebruik wordt gemaakt van warmte en wat dan die bron van de warmte is. Dat varieert ook per land. En sommige zijn meer gebaseerd op waterenergie, opwekking uit water. Andere meer op kool of zelfs op mijnbouw. En dat heeft natuurlijk een hele grote impact op de impact assessment. Dus nou ja, in de verwerking van producten is dat dus een belangrijke indicator. Voor de opslag van de producten, bijvoorbeeld in winkels of in grote opslagcentra, is het van belang wat voor type opslag het is. Dus is het bevroren of juist kamertemperatuur of gekoeld? Dat heeft een grote impact. Daarnaast voor de logistiek is het eigenlijk ook binnen de case studies allemaal redelijk efficiënt georganiseerd. Dus hier, ja, vooral bij de lange keten is dat natuurlijk helemaal optimaal doorontwikkeld. Maar omdat het dus relatief gezien goed georganiseerd is, draagt het weinig bij aan de impact van een product. Wat wel heel veel bijdraagt, en dat is wel, vind ik zelf wel een grappige bevinding uit dit onderzoek, is het transport dat door consumenten wordt gedaan. Dus bijvoorbeeld als een consument naar een boerenwinkel gaat, of ze dan een bulk kopen, of dat er veel beschikbaar is, of dat ze maar voor één of twee productjes gaan, want dan is dat zeer inefficiënt. En natuurlijk de afstand die deze auto of personenwagen aflegt. Dat zijn de korte bevindingen vanuit de case studies voor het Milieu Impact Assessment. Er is ook nog een sociaal-economische analyse gedaan. Weer hetzelfde proces, dus doel, scope bepalen, de inventory, vervolgens data verzamelen en de assessment uitvoeren. En dan dus de interpretatie van de resultaten. Deze analyse is uitgevoerd gebaseerd op de richtlijnen van de United Nations Environmental Program. Dus dat zijn bepaalde normen en protocollen en richtlijnen die zijn opgesteld om dat goed te kunnen analyseren. En ik ga nu laten zien welke categorieën binnen dit werkpakket voor de sociale impact zijn geselecteerd. Dus er zijn eigenlijk drie onderdelen. Dus vanuit het werknemersperspectief, vanuit de ketenpartners en de samenwerking en vanuit de maatschappij of lokale gemeenschappen. Hier zie je dus verschillende indicatoren die zijn geselecteerd om dit te bepalen. Van een eerlijk salaris tot gezondheid en veiligheid voor de werknemers, tot corruptie binnen de keten en het promoten van sociale verantwoordelijkheid, dat het dus gedragen wordt in de keten. Bij de lokale gemeenschap is het dus van belang wat nou de toegevoegde waarde is van een korte keten. Mm-hmm. En hoe die bijdraagt aan economische ontwikkeling. Daar kom ik zo nog op terug. Dus hier zijn de resultaten gepresenteerd van het eerste deel. Je ziet dat er hier een hoog risico is in de eerste drie indicatoren voor de korte keten. Dat komt omdat over het algemeen korte ketens een lager salaris uitkeren aan het personeel. Dat er vaak geen gereguleerde vakbonden zijn. Dat er dus, ja, als je kijkt naar ongelukken, dat is dus health and safety. Omdat er bij de lange ketens vaak veel meer personeel werkt, levelt het statistisch gezien af dan als je op een heel kleine base personeel een ongeluk hebt, want dan krijg je in één keer een piek. Dus dat is even in perspectief brengen. De betere resultaten zijn de legal issues en de wetsovertredingen betreffende personeelszaken. Maar wel ook weer betere werkuren. Dus over het algemeen zijn de werkrelaties binnen de korte ketens heel goed. En dit zorgt dus ook voor het welzijn van het personeel. Ervaren wij zelf. Kunnen we beamen, ja. Absoluut. Er zijn er nog een aantal andere resultaten gepresenteerd. Dus de corruptie, dat zie je dat er in de korte keten veel minder corruptie is dan in de lange keten.
En ook tevens bepaalde maatschappelijk verantwoord ondernemen regelingen en principes. Die worden in de korte keten veel meer vertegenwoordigd. Voor de lokale community en gemeenschap, zoals ik zei, gaat het echt over die toegevoegde waarde. Want het is geen grote economische ontwikkeling die korte ketens kunnen aan zich kunnen toevoegen. Maar als je het vergelijkt in perspectief met de lange keten, dan hebben de korte ketens wel een hogere toegevoegde waarde voor economische ontwikkeling. Dit is hoe dus de sociaal-economische datacollectie is gegaan. 260 antwoorden uit 16 landen. Dat geeft een beetje representatie van de dataset. Nog een aantal andere belangrijke resultaten en uitkomsten. Dat gaat over de sociale en community aspecten. Die worden geïdentificeerd als belangrijker dan de economische voordelen binnen korte ketens. Ook de voordelen voor de producenten binnen korte ketens die zijn hoger. Door de directe en de verbindende relatie tussen consument en de producent. En dat dus ook de producent meer controle heeft over hun product en hun eigen waardeketen. Daarnaast voor de groothandels, die kunnen in sommige gevallen complementair zijn. En dat geeft dan een beetje economisch comfort en bepaalde grotere volumes die kunnen verkocht worden. En dat zorgt voor efficiëntere logistiek en een stabielere vraag. Ja, super interessant, Bob. We zijn richting nu ook richting het einde van deze presentatie. Oh ja, voor de update poll van deze poll is dat 6 mensen werken aan een impact framework. Kijk. Dus dat is fantastisch. Het is een hot topic en het is een heel complex onderwerp. Ja. En dan is de vraag wie wil daar zo nog meer aan meewerken. Dus wie wil graag betrokken zijn bij een expertgroep die deze impact assessments kan vergelijken en wellicht daarop door kan ontwikkelen. Dus ook weer een ja-nee vraag en dan zijn we bijna aan het eind van deze presentatie. Top. Ja, er is dus al een redelijke basis en framework en selectie gelegd binnen dit werkpakket. Even een korte samenvatting. Vanuit de Milieu Impact Assessment zie je dus dat het heel moeilijk is om korte en lange ketens te vergelijken. Door die diversiteit aan verschillende korte keten initiatieven. Mm-hmm. Wel kun je zien dat er, als je ze wil vergelijken, dat je meer op het distributiekanaal vergelijking kunt trekken. En eveneens dan wat ik al vertelde over dat consumententransport, dat wel een interessante bevinding is uit dit onderzoek. Ja, voor sociaal-economische analyse, ja, die heb ik eigenlijk net doorgelopen, dus ondanks de tijd zal ik ze niet nog een keertje doornemen. Er zijn nog wel een paar take-home messages voor de mensen thuis. voor de primaire productie is het dus wel belangrijk dat de producenten state of the art toe blijven passen, omdat dat wel een grote milieu-impact levert. De verpakking, dat is dus specifiek per land ook, wat voor recycling systeem ze hebben. En zoals je ziet, of het uitvoerig schoongemaakt moet worden, ja of nee, want dan heb je ook natuurlijk weer watervervuiling. Voor het transport heb je dus voor de langere afstanden kan het efficiënter ingeregeld worden. Maar voor de kortere consumentenafstanden zou je eigenlijk een oplossing moeten vinden. Mm-hmm. Dus misschien kunnen we dat samen doen. Fietsen. Ja, dat kan ook, fietsen. Ja. De consument-producentrelaties die zijn dus het belangrijkst. En dat is ook wel algemeen bekend natuurlijk, dat korte ketens een sociale impact leveren. Maar bij deze is het dus bevestigd, ook in een impact assessment. Dat waren de resultaten voor nu. Top. En hopelijk krijgen we nog een vervolg. Ja, hele mooie resultaten. En ik denk inderdaad allemaal onderwerpen om op door te werken, door te blijven onderzoeken en kennis te delen. Ja. 6 mensen die zijn in voor de expertgroep om het door te ontwikkelen. Kijk. Dus dat is ook weer geweldig nieuws. Dankjewel Bob. Ja, het geeft weer interessante inzichten. Uitnodiging. En dan kunnen we absoluut op doorpakken. Dus we hebben een aantal hele... De volgende... Ja, nu mag de volgende aan de beurt. We hebben nu al een heel aantal interessante dingen besproken. We hebben het over innovaties gehad, technologisch, sociaal. We hebben het over de consumentengedrag gehad en over de impact van de korte keten specifiek en sociaal en ecologisch. En nu gaat Marieke hierop door met welke adviezen hieruit komen richting organisaties, maar ook richting beleidsmakers. Dus dat is werkpakket 7
Dan zou ik heel graag Marieke nu uitnodigen. Interessant. En haar introductiefilmpje spelen. Dank je. Hoi, ik ben Marieke Lameres. Ik werk voor het Nederlands Bakkerijcentrum. Kennis- en adviescentrum voor de bakkerijbranche in Nederland. En ik heb onder andere gewerkt aan Work Package 7. En Work Package 7 gaat over businessmodellen. Over hoe kan je nou je business verbeteren in de korte keten. En welke innovaties zijn er en hoe kan je die innovaties toepassen. Nou, dan zijn er 18 verschillende case studies geanalyseerd, zijn businessmodellen van gemaakt. Hè? Dus van 18 case studies uit 11 verschillende landen. Nou, daar hebben we de innovaties van bekeken, de businessmodellen geanalyseerd en vervolgens ook 5 generieke businessmodellen ontwikkeld. Die zowel relevant zijn en kennis geven voor jou als producent, maar ook werk je bij een overheid of bij een verpakkingsproducent. Vanuit al die verschillende rollen kan jij bijdragen of samenwerken in die korte keten. Nou, dat ga ik je meer over vertellen strakjes. Hoi Marieke, welkom. Nou, we zijn heel benieuwd naar de voorbeelden die jullie de afgelopen 3 jaar onderzocht hebben en wat daaruit is gekomen. Ja, zal ik beginnen? Eens even kijken. Nou, dit gaat dus over de business voorbeelden. Moet ik even kijken. Nou, in dit Work Package 7 hebben we dus eigenlijk de 18 case studies van Smart Chain hebben we geanalyseerd. En hebben we antwoord proberen te geven op, nou, hoe zien nou die businessmodellen eruit van die initiatieven? En ook, hoe zien die innovaties eruit? Wat zijn de kenmerken ervan? Nou, dat, en welke aanbevelingen kan je geven? En vervolgens ook nog weer specifieke aanbevelingen of beleidsadviezen voor politiek en de overheid. Dat onderdeel is nog niet afgerond, dus dat zal je straks terugzien aan het einde van het project. Maar dat staat allemaal op het platform zo. Nou, als je kijkt eigenlijk naar kenmerken van innovaties in de korte keten. Wat zijn dan de belangrijkste kenmerken? Je ziet vaak 2 stakeholders zijn betrokken of meer. Het gaat ook om kleinere investeringen. Het hoeft dus niet per se altijd heel groot en heel meeslepend te zijn. Het is wel meeslepend, maar het is gemiddeld zo onder die 10.000 euro. Wat ook is van, hey, het gaat om innovaties die niet in dezelfde regio of in dezelfde sector al gebruikt worden. Daarnaast, als je gaat naar innovaties, van nou, kan je je huidige producten verbeteren? Hè? Het zijn vaak dus verbeteringen op huidige producten in plaats van de lancering van hele nieuwe producten of diensten. Waar het ook vaak over gaat is van, hey, kan je die consument veel beter betrekken? Daar gaan die innovaties over, want de consument is gewoon key, die moet je erbij hebben. En hebben vaak een marketingclaim. Nou, en als je kijkt naar aanbevelingen, nou, hoe kan je nou komen tot het implementeren van deze innovaties? Of hoe kan je dat nou eigenlijk faciliteren of stimuleren? Dus zorg gewoon dat je gaat samenwerken met anderen. Want ja, niemand weet alles. Dus je moet zorgen van kennis wat jij niet in huis hebt, zoek die kennis op. En realiseer je ook dat ook de lage kosten innovaties echt het verschil kunnen maken. En leer van innovaties die er al in andere landen of in andere branches plaatsvinden. Je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Je kan dat echt kijken. En op het platform zal je zien, er is gewoon een hartstikke mooi voorbeeld van allerlei innovaties die er zijn. Geef ook prioriteit aan innovaties die echt waarde toevoegen aan jouw product, aan je value. Denk vanuit de consument. Nou, dat hebben we net natuurlijk ook gehoord, hoe belangrijk de consument is en wat die consument dus belangrijk vindt. Hè. In Work Package 4 is dat uitgebreid aan de orde gekomen. En maak slim gebruik van technologie en marketingtechnieken. Nou, als je dan ook kijkt, er is een onderzoek gedaan, hoe zien eigenlijk wat zijn kenmerken van de korte ketenbedrijven? Nou, het zijn vaak wat kleinere bedrijven, tot maximaal 50 personen. En zijn ook vaak bedrijven die kennis en hun resources met elkaar delen, met andere bedrijven. Een ander deel is de afzet is vaak lokaal en regionaal. Dat verschilt, als je in Europa kijkt, is er natuurlijk wel heel erg verschil in of je in Spanje, Griekenland zit of in Nederland. Dus
Hè? Maar wat je ook ziet is dat die ketens of die consumenten komen vooral uit de stad. Gemiddeld hebben al deze korte keteninitiatieven ook meer dan 4 verkoopkanalen. Hè? Dus eigenlijk online, via eigen winkels, via restaurants. Ze maken steeds meer gebruik van kwaliteitslabels. En eigenlijk besteden ze nog maar relatief weinig geld aan marketing en technologie. Nou, dat zou misschien meer kunnen, maar nou, dat is hoe het nu is. Nou, dan is het volgende. Toen hebben we gekeken van, nou, al die case studies zijn geanalyseerd. Er zijn businessmodellen van gemaakt, hè, op basis van Business Model Canvas. En op basis daarvan is er gezegd van, hey, kan je ook een aantal generieke businessmodellen ontwikkelen? Nou, daar hebben we gezien, eigenlijk op basis van die analyse, van hey, er zijn best wel overeenstemmende punten die overeenkomen, waarin je zegt, hey, er zijn eigenlijk 5 type modellen waarin jij zeg maar zou kunnen ondernemen vanuit de korte keten en of aan kan bijdragen. Of je nou een toeristische organisatie bent, of een boer, of vanuit de overheid. Hè, op die manier kan je dat doen. Nou, en elk van die zal je zien, dat ga ik toelichten, van die businessmodellen, die richt zich ook weer op andere generieke aspecten. Het eerste is de coöperatie van producers, hè, van producenten, de individuele producenten, de CSA, hè, de Community Supported Agriculture, is in Nederland natuurlijk ook erg bekend. Dan heb je een vierde, gaat over marktplaatsen, offline en online. En de vijfde is promotion of farm selling, dus promotie eigenlijk op het verkoop van de boerderij. Nou, als eerste, maar misschien kunnen we nu ook wel een poll nu doen. Hè, van... Wellicht is het goed moment voordat ja. We de businessmodellen dieper induiken om ja. Te vragen wie is er bezig of betrokken bij wet en regelgeving ter stimulatie van korte ketenontwikkelingen? Er komt weer een ja-nee vraag. Dus als je denkt, ik heb invloed op wetregeving die deze businessmodellen kunnen stimuleren, dan alsjeblieft een ja. Laten we die even lopen en dan kunnen we die zo meteen opvolgen. Misschien wil je nu al verder met de businessmodellen. Ja. Oké, nou, dan gaan we nu het eerste model, die coöperatie van producenten. Wat je ziet is dat dit vindt met name plaats van wanneer samenwerking heel logisch is. Hè? Dan, en dat is als je samen gaat produceren, distribueren, verkoop gaat doen. En als de productie en verwerking relatief eigenlijk duur is, dan loont samenwerking. Een voorbeeld hiervan is Biofreeds uit Zwitserland. Dat zijn biologische boeren die hebben fruit. Brengen die op de markt onder een eigen merk hebben ze ontwikkeld. En later hebben ze gezamenlijk een fruitpers aangeschaft. Hè, om eigenlijk die sappen te gaan maken. Dus eigenlijk dat derde categorie fruit wat anders niet meer gebruikt wordt. Hebben ze nu onder een eigen merk, Biofruits in Zwitserland. Zijn er ontzettend succesvol mee. En ze hebben dus ook gezamenlijk zo'n merk in de markt kunnen zetten. Maar ook... dus die aanschaf kunnen doen om de verwerking te organiseren. Dan een tweede categorie, nou hier zie je Balken, die hebben jullie net ook gezien, zijn de individuele producenten. Hè, dus dat zijn eigenlijk, dat is het merendeel van de korte keten ondernemers, zijn individueel. Van oudsher zijn dat vaak ook mensen die al heel lang eigenlijk aan het produceren zijn. Je ziet dat eigenlijk de productie en de verkoop en de distributie en sales is relatief eenvoudig. Je kan dat eigenlijk allemaal helemaal zelf heel goed organiseren. En je hebt je eigen merkwaarde en die breng je goed voor het voetlicht. Nou, dat zie je dat Vlees & Co. dat als voorbeeld ook gewoon ontzettend goed doet. En die zorgt gewoon dat het direct van de boer bij onder andere de horeca, maar ook steeds meer bij de producent komt. Of bij de consument komt natuurlijk. Een andere categorie, dat is die community supported agriculture. Hè, dus
van oudsher, dat is al zo meer dan 100 jaar hier in Nederland en in de wereld ook wel. Consumenten en producenten die verzamelen, die komen samen, die delen het oogst en het productierisico. De winst die komt ook aan de gemeenschap toe. En je ziet per regio, per stad, per land zie je verschillende modellen. He, ieder pakt dat toch weer een beetje op zijn eigen manier in. Dus dan heb je een abonnementsmodel of echt een shareholder model waarin je nou meer of minder risico neemt. Nou, hier een voorbeeld is uit Duitsland, de solidarische landwirtschaft. En dat is eigenlijk op nationaal niveau hebben zij CSA georganiseerd. Nou, dat zie je eigenlijk in heel veel Europese landen die dat hebben. En dan heb je elke keer op lokaal niveau weer je eigen invulling. Nou, dus kan CSA kan je echt van best wel professioneel en groot optuigen tot echt zelf planten, tenieren, het oogsten. In die range zijn er verschillende modellen. Ja. En volgens mij is het na COVID is dat ook enorm toegenomen. Hè? Mensen die willen gewoon zien en zelf een oogsten. En dat zie je dat daar wachtlijsten voor zijn. Het andere model is die marktplaatsen. En dan online en offline hebben we even samengenomen. Want waar het over gaat, er is dus een club die coördineert eigenlijk die sales en die distributie van die korte ketenproducenten. En je ziet hier een voorbeeld van in Hongarije, Foodhub, waarin ze een markt organiseren waar eigenlijk al die, een boerenmarkt vlakbij Budapest of in Budapest, waar dat samenkomt. En waar die mensen gewoon gefaciliteerd worden om daar je producten te verkopen. En dan heb je dus op één plek, kan je als consument al je producten vinden. Nou, dat is ook, zie je steeds meer online varianten. Dat heeft natuurlijk Local to Local, heeft dat heel goed op orde in Nederland. Maar een ander voorbeeld daarvan is ook in Spanje, het Hermenius platform. En dat is eigenlijk een online marktplaats waar iedere producent zelf eigenlijk een shop kan openen, hun producten kan aanbieden en het platform dat regelt distributie, regelt afrekening. En als consument merk je daar niks van dat je bij verschillende producenten koopt. En als producent heb je dus ook direct contact met je consument. Dus dat is hartstikke mooi. Dus dit is echt de sales support functie voor de boeren. En dat is dus ook wat anders als je eigen webshop hebben. Ja. Hè, hier sta je gezamenlijk op van al die producenten. Dus een stukje ontzorging, zowel voor de producent als voor de consument. Ja. Om makkelijker elkaar te vinden. En natuurlijk na COVID is dit deel wel gegroeid. Zien we in heel Europa. En dan een laatste variant. En dat is eigenlijk een variant die heel veel ook door overheidsorganisaties en toeristische organisaties wordt ondersteund. Want wat zij doen is een platform creëren waarin je ziet, waarin consumenten kunnen zien, waar kan ik nou kopen bij de korte keten? Bij welke boer moet ik zijn? En als je dan daar ter plekke bent, dat je dus een herkenbare marketing hebt. Je hebt hier een variant uit, ook weer uit Hongarije, uit een regio. Zeggen ze, hey, daar hebben wij die Sala Open Farms. Daar kan je dus gewoon elke zaterdag bewijs van naar de boer en daar de producten kopen. Maar je kan daar ook echt het landleven beleven. Hè? Dus die plaats om te educatie, dat wordt ook steeds belangrijker, zien we. En aan de rechterkant zie je op een nationaal niveau in Duitsland de Einkaufen auf dem Bauernhof. Dus dat is zeg maar verkoop, dat is online. En dan zie je precies wat waar te koop is. En als je dan ter plekke bent, dan herken je dat ook weer. Dus dat is ook een enorme sales support functie van die producent. Wat enorm kan bijdragen om het voor de consument weer makkelijker te maken. Waar moet ik zijn voor die consumenten die graag op pad willen natuurlijk. Top. Nou. Dan hadden we net vier mensen die wij zouden kunnen dragen om mee te denken hoe wet en regelgeving dit meer kan stimuleren. Ja. Gaan we ook richting het einde en het is zo weer een break voor iedereen. En dan zou ik nog de extra poll willen toevoegen. Wie wil ook hier weer meedoen en input geven, dus rond tafel komen om verder te werken aan dit soort modellen
afzetmodellen om producenten en consumenten te helpen. Dus die laat nog even lopen. Ja, nou dan heb ik de laatste twee slides. En dat gaat eigenlijk over aanbevelingen. Hoe kan je nou je businessmodel verbeteren? En dat rapport dat komt ook binnenkort online op het platform. Dat is nu nog niet afgerond. Maar daarin zie je ontzettend veel praktische tips als het gaat over je belangrijkste partners, je key activities, je klanten. Hoe kan je daar nou, welke verbeteringen kan je doen? Nou, je ziet het, kijk, en op deze slide is het eigenlijk niet te lezen natuurlijk voor thuis. Maar zie je eigenlijk voorbeelden van, als je kijkt naar je waardepropositie, zorg dat je ontzettend goed communiceert over de informatie van jouw product, maar ook de sociale impact die je maakt. En de environmental, de milieu-impact die je maakt. Communiceer dat, want als je niet communiceert, dan bestaat het ook niet. En maar gebruik ook bijvoorbeeld, als je het hebt over die kanalen, om je producten te verkopen. Nou, wat kan de horeca hierin betekenen? Je ziet steeds meer ook, dat zou mooi zijn, dat die horeca, die is natuurlijk een prachtig vooruitgeschoven post. En als zij nu weer allemaal open zijn en steeds meer met die lokale producten gaan kopen. Nou, vertel dan daar het verhaal van de boer. Waar komt het vandaan? Wie heeft het gemaakt? Nou, daar zijn best wel mooie voorbeelden precies, van. Dat kan ik dus ook gewoon lekker proeven. Waar dan, gaat. Ja. Ja, nou het is heel leuk trouwens, bedenk ik nu, Annemarie Kleven die heeft net in de Achterhoek heeft zij een project gedaan, Ode aan het Landschap. Mm-hmm. En zij heeft vanuit, zij reisde altijd de wereld rond om fotografie. En nu door corona is zij hier gaan en is ze boeren in beeld gaan brengen, maar dan op echt een hele andere manier. Nou, en dat wordt nou weer op terrassen, zie je van die hele mooie foto's van hoe het graan groeit of hoe de lupine groeit of hoe het brood, waar komt je brood vandaan? Nou, dat soort verhalen kan je gewoon heel goed vertellen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde, zie je dan ook nog weer voor al die verschillende modellen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld al een coöperatie bent van producenten, dan zie je dat mensen al gewend zijn om samen te werken. Maar denk er bijvoorbeeld eens aan van, kan je je samenwerking niet verdiepen om ook op hele andere onderwerpen te gaan samenwerken? He, dus of als je een individuele producent bent, nou misschien is het wel eens slim om met andere mensen samen te gaan werken om nieuwe vraagstukken te tackelen. Nou, daar gaat het eigenlijk over. Super, dankjewel. En duidelijk advies voor de mensen mee verder kunnen, waar kort keten organisaties zelf mee door kunnen ontwikkelen. En ook voor beleidsmakers goed om te weten wat er speelt en waar wellicht hulp bij nodig is. Er zijn 6 mensen die daar over mee na willen denken. Hartstikke goed. Hoe kunnen we meer beleidsadviezen ontwikkelen ter stimulatie van de korte keten? Dus ook weer heel interessant en genoeg food for thought. Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Dan nemen wij nu een snackbreak. Dus neem een lekkere komkommer of wat je in huis hebt. En dan gaan we na de break verder met het innovatieplatform. Dus waar wordt al deze kennis gedeeld en opgeslagen? De Europese community en het gain-transitiemodel. Dank jullie wel en tot zo. Om 3 uur zien we elkaar weer. Mooi. Welkom terug allemaal. Hopelijk heeft iedereen even de benen kunnen strekken en genieten van een lokale snack. We hebben net heel veel voorbeelden gehoord, veel geleerd. En nu is natuurlijk de vraag, hoe faciliteer en organiseer je en verzamel je al die informatie en zorg je dat dat gedeeld kan worden, dat het ook weer gebruikt kan worden. Nou, hier zit Remco Veldkamp van de Universiteit Utrecht en die gaat ons meer vertellen over het innovatieplatform van Smart Chain. Ja, dankjewel. Ja, het Smart Chain innovatieplatform is er voor alle 5 de stakeholdergroepen. Mm-hmm. Consumenten, boeren en coöperaties, industrie en retailers, beleidsmakers en ook de technologie toeleveranciers. Nou, ik ga u meenemen door de website en we gaan de verschillende functionaliteiten per tabblad uitleggen. Om te beginnen bij de homepage. De link van het platform is een smartchain-platform.eu. Ja, dus u kunt gelijk live meekijken op uw eigen laptop.
Nou, je kunt zien waarom het interessant is voor elk van de vijf groepen stakeholders door met de muis over de icons van de stakeholders te gaan. Dan ontstaat er een pop-up venster met meer informatie daarover. Een van de nieuwe functies toegevoegd aan het platform is de vertaling in allerlei verschillende Europese talen. Dus door te klikken links boven, in de linkerbovenkant, selecteer taal, is dat erin te stellen. Hey, misschien gingen we net al iets te snel van start, kaap van het enthousiasme. We hebben natuurlijk ook nog een mooi introductiefilmpje van jou. Die zouden we nu nog even kort kunnen spelen. Oké, goed. Mijn naam is Remco Veldkamp. Ik ben hoogleraar Game en Mediatechnologie aan de Universiteit Utrecht. En ik werk aan innovatie met digitale media en gamification. Het Smart Chain innovatieplatform biedt kennistransfer, innovatie en samenwerking voor en met alle stakeholders in de korte voedselketen. Ja, dus dat zijn zowel de consumenten als de boeren en coöperaties, als industrie en handel en beleidsmakers en technologieaanbieders. En in de volgende presentatie bekijken we de verschillende aspecten van het innovatieplatform. Super, dat is te mooi om die te laten zien. Ga vooral verder met de website. Dat heb ik toch maar weer goed verteld. En de gebruiker kan door die hele website navigeren via het navigatiemenu. Of via de kaart met de locaties van de 9 innovatiehubs. Nou, het eerste tabblad dat gaat over de innovatiehubs en de communicatie tussen de innovatiehubs. Het drop-down menu toont de hubs van de deelnemende landen. Per land ook twee case studies die zijn gedaan. Dus de gebruiker kan interessante informatie vinden over wat er in elk van de hubs gebeurt. In het Engels en in elk van de nationale talen die meedoen van de hubs. Nou, door op de subpagina van de case studies te klikken, kan je meer te weten komen over korte keten voorbeelden in elk van de landen. Het tweede tabblad van de navigatie menubalk is de inventarissen. Het bevat twee soorten inventarissen, innovatie en initiatieven. En de innovatie-inventaris is een lijst van korte keten innovaties, variërend van landbouw, drones voor surveying, voor monitoring, tot nieuwe soorten kaas en andere informatie, innovatieve trends in de voedselsector. En elke innovatie bevat foto's, een korte beschrijving en een aantal interessante details. En een nieuwe functie aan de website is ook opname van het gain model niveaus bij elk van die innovaties. En over het gain model zal Mark Frederik straks nog meer vertellen. Ook een handige functie is het instellen van zoekfilters, waarmee je op resultaten in de inventaris kan zoeken. Nou, daarnaast bestaat de inventaris uit initiatieven. Dus succesvolle korte keten initiatieven in heel Europa. Die zijn verzameld na interviews met alle stakeholders van die korte ketens. En het belangrijkste punt voor beide inventarissen is dat de geregistreerde gebruiker hun eigen innovaties en succesvolle initiatieven kunnen uploaden. Dus de innovatie inventaris heeft een speciale knop. Waarmee dat toegevoegd kan worden. Dus dat is voor de innovaties. En bij de initiatieven gaat dat via het menutje wat daar gedemonstreerd wordt. Nou, het derde tabblad van de navigatiemenubalk gaat over hulpbronnen, de resources. Die bevatten twee databases, de publicaties en de weblinks. De publicatiedatabase bevat materiaal van het Smart Chain project of van externe bronnen die interessant zijn voor elk van die stakeholdergroepen. En ook hier kun je verschillende filters gebruiken om een relevante publicatie te vinden. En dan de andere, de weblinks database, bevat een lijst van externe links die interessant zijn
voor de stakeholders. En dan elk weer met een eigen korte beschrijving. Het volgende tabblad, het vierde van de navigatiemenubalk, is training. Allerlei materiaal van de eerste innovatie- en oplossingsgerichte multi-actor workshops. Hele mond vol, maar al dat materiaal is verzameld. Die workshops die zijn gehouden door de 9 innovatiehubs. En is het in het platform beschikbaar gesteld in die 9 verschillende talen, maar ook in het Engels, voor het algemeen publiek. Hier is ook te vinden de e-learning cursus Best Practices en Innovatie. En ook een videohandleiding over het gebruik van een smart chain platform. Maar die e-learning cursus, dat is een 5-weekse cursus met 2 interessante innovaties per week. En verder video-interviews en presentaties. En ook quizzen en opdrachten aan het eind van elke week. Wauw, interessant. Dat is voor elke stakeholdergroep, die kan daar online... Die kan daar deelnemen en ook voor het algemeen publiek. Ja. Super interessant. Er start nog een tweede ronde van de e-cursus. Dus mensen kunnen zich tot 9 juli inschrijven. De cursus gaat dan 12 juli van start en hij duurt dus 5 weken. Nou, het laatste tabblad in het menu gaat over het GAIN-model. Dat is een model, wordt straks verder uitgelegd, maar dat wordt voortdurend verder ontwikkeld. We hebben nu informatie in 4 verschillende tabbladen, van die voorgaande tabbladen over het GAIN-model, waar gebruikers een volledig beeld krijgen van die verschillende lagen in dat model. Voor de belangrijkste functie is eigenlijk de Short Food Chain EU Community. Ja, dat is een LinkedIn groep waar alle stakeholders zich kunnen aansluiten en met elkaar in contact komen. En interessante informatie kunnen vinden, uitwisselen met het uiteindelijke doel om een gemeenschap te laten groeien in de hele EU en wereldwijd. Dus warm aanbevolen om lid te worden van de LinkedIn-groep, als u dat nog niet heeft gedaan. En de andere update, recente update, is nieuwe en informatieve game-video. Dus met uitleg over het game-model op het platform en ook via YouTube te vinden. De toekomst van dit platform. We willen u alle aanmoedigen om innovaties en initiatieven of andere interessante informatie die u heeft toe te voegen aan het platform. Want alles wat daar geüpload wordt zal nog toegankelijk blijven tot tenminste het einde van het jaar 2024. Ja, dus dat is omdat het platform gebruikt en uitgebreid gaat worden door 2 andere projecten die door de EU worden gefinancierd. Dat zijn Fairchain en CoFresh. De naam van het platform zal echter veranderen in zoiets als Innovative Food Chains, ja, dus innovatieve voedselketens. Omdat het dus door de andere projecten dan het Smart Chain project ook gebruikt gaat worden. In ieder geval de 2 inventarissen, ja, met belangrijke innovaties en initiatieven. Dat zijn 2 inventarissen die in het platform behouden blijven en zal worden voortgezet. Dus ik roep u allen op om dat vooral te doen. Materiaal toe te voegen. En daarmee eindig ik deze tour langs het innovatieplatform. Geweldig, dankjewel Remco. Uiteindelijk zullen we het zeker met elkaar moeten gaan doen dit. Dus het delen van die kennis, de innovaties en ook de communities om elkaar te vinden is waanzinnig belangrijk. Dat lijkt me een goed moment voor een poll. Wie van de mensen thuis is al onderdeel van een voedselcommunity die werkt aan het delen van kennis en specifiek op het gebied van korte ketens? Die laten we even lopen. En tegelijkertijd zal nu Mark Frederiks ons meer vertellen over het GAIN-model en de samenwerking op verschillende niveaus. Dat is mooi. Ik ga een klein stukje informatie geven over hoe het project qua communicatie is opgebouwd.
Binnen een EU-consortium wordt er altijd hard gewerkt aan het uitdragen van de resultaten. En daar is heel goed over nagedacht. Er zijn ook heel wat slides die ik, waar ik even doorheen flits. Omdat het niet zo heel veel nut heeft om daar heel lang bij stil te staan. Maar alle links naar alle communicatiemateriaal zijn beschikbaar. Wat er inderdaad aangegeven moet worden, is dat er communicatiemateriaal op het platform van Smart Chain te vinden is. Wat zich richt op de verschillende stakeholders en doelgroepen met verschillende uitgangspunten. Daarbij uiteraard maakt Smart Chain en de partners gebruik van een heel gevarieerd aanbod aan instrumenten. Waaronder de website als een van de belangrijkste onderdelen om bij de informatie, maar ook bij de contactgegevens van alle case studies en netwerkpartners te komen. Je hebt toegang tot de nieuwsbrieven, er is social media ingezet. Dus dat is een brede schakering van activiteiten. De Smart Chain website naast het platform is ook een podium waar je heel veel van de praktische informatie kunt vinden van het project. Maar belangrijker nog is dat hier ook de link te vinden is om het co-creatieplatform te activeren. De community, dus het Smart Chain Consortium, heeft een eigen LinkedIn-pagina en ook een Twitter-account waar regelmatig op gepost wordt. Meld je er zelf op aan en je kunt daar zelf ook activiteiten op plaatsen. En op het platform van Smart Chain zijn alle, wat Remco ook al aangeeft, documenten, abstracten, persberichten, exploitatieplannen terug te vinden en ook een overzicht van alle verzonden nieuwsbrieven. Wat je eigenlijk merkt dat binnen het Smart Chain Consortium met alle partners, dus dat alle communicatie, alle stukken die wij hebben geproduceerd, gevalideerd zijn en door een proces zijn heen gegaan, waardoor de activiteiten ook vanuit communicatie opgebouwd worden met workshops, conferenties, leaflets, nieuwsbrieven, diverse templates. Dus maak daar gebruik van, het is allemaal terug te vinden in het platform. Kom je er niet uit, kun je mij ook via de website benaderen met een vraag. Schroom niet om dat te doen. Maar de belangrijkste vraag, of eigenlijk oproep van het Smart Chain Consortium, is ook gewoon lid te worden. Hè? Dus Smart Chain is een platform wat doorgaat. Hè? Het project stopt, maar het netwerk, het ecosysteem van innovators gaat door. De content die we hebben gepubliceerd nodig je ook continu daarvoor uit. En een van de belangrijkste elementen die we daarbij te bieden hebben, wat doorgaat, is een LinkedIn community pagina. Nu met een kleine 500 leden groot. Dus een LinkedIn pagina die heet Short Chain EU Community. Daar kun je, elke dag wordt daar gepost door wetenschappers, door praktijkmensen. Eén druk op de knop en je bent er lid van. Datzelfde hebben we gedaan voor de Taskforce Korte Keten. Als landelijk platform hebben we ook een LinkedIn groep gemaakt. Nu denk ik met een kleine 6.500 leden. Waar dagelijks mooie interessante dingen door de Taskforce Korte Keten, maar vooral door de deelnemers zelf wordt gedeeld. De basis onder eigenlijk de hele opzet van het vervolg in Nederland van de Korte Keten is het Gain Transitiemodel. Remco noemde dat net al. Het Gain Transitiemodel is een manier om alle veranderaars met elkaar samen te laten werken. En bestaat in essentie uit 4 lagen. Dat is het individuele lokale niveau. Ik heb local to local genomen als voorbeeld, omdat dat de case study is binnen de Taskforce Korte Keten. Of binnen het Smart Chain project. Op het tweede niveau spreken we van een regionale alliantie. Dus dat is een groep die elkaar al een aantal jaren kent en samenwerkt met provincies, onderwijsinstellingen. Je ziet dat Korte Keten koplopers in staat zijn om dit soort groepen om zich heen te verzamelen. En Korte Keten gaat over samenwerken in essentie. En dan ecologisch, economisch, maatschappelijk en alle kleuren en smaken daartussenin. En de echte waarde van de Korte Keten is dat het dus mensen bindt. De verbinding tussen burger en boer, dat is de essentie. Op dat tweede level, dus het regionale level, kun je heel veel dingen zelf uitzoeken. Maar mocht je daar nu niet uitkomen, heeft de Taskforce Korte Keten een invulling gegeven aan level 3. Dat is de plek waar de regio's met elkaar co-creëren, samenwerken en kennis uitwisselen. Dat is het landelijk niveau. Daar gaan we zo nog even verder over praten, als Joris Lohman ook aanhaakt. Heel trots op de resultaten van de Taskforce Korte Keten en alles wat we daar de afgelopen 3 jaar al hebben gedaan. Want dit spel wordt nu al 3 jaar gespeeld in Nederland en heeft dus verschillende regionale allianties opgeleverd. Waaronder de regionale alliantie Amsterdam, Flevoland, Utrecht en ook de Taskforce Korte Keten met een ecosysteem van
honderden ondernemers, meerdere provincies, kennisinstellingen, et cetera. En het vierde level, het Europese level Smart Chain. Ik ben heel trots om mede te mogen delen dat het GAIN transitiemodel, wat jullie hier zien, wat eigenlijk een spelvariant is, wat samenwerking stimuleert, inmiddels wetenschappelijk bestendigd is en in het najaar in twee scientific journals gepubliceerd zal worden en daarmee feitelijk een basis kan zijn voor vervolgontwikkeling en wetenschappelijke dynamieken. Heb je hier vragen over, kijk vooral op de website het mooie filmpje en ja, sluit aan bij de Taskforce Korte Keten LinkedIn pagina of bij de Smart Chain Community platform. Dat gaat je allemaal helpen. Fantastisch, dankjewel Mark. Alsjeblieft. En inderdaad, dat is een harde oproep voor iedereen. Meld je aan voor de LinkedIn-pagina's, word onderdeel van de community en werk door en speel dit prachtig spel. Ik moet zeggen, ik ben ook echt onder de indruk dat we het zien gebeuren. En dat we inderdaad, mensen komen bij elkaar, de inventory, zoals jij ook zei Remco, het wordt gedeeld, die kennis en tools om samen hele grote uitdagingen aan te pakken. Dus dat gaan we zeker nog doen in de komende tijd. Zou ik zeggen, dank jullie wel. Dan gaan we zo meteen een moment nemen om te kijken wat is de current state van de korte ketens in Nederland en hoe ziet de toemst eruit. Top. Dank je, Remco. Dank je, Mark. Fantastisch. Dan instart video TKK-NL. Juist. Smart Chain Consortium heeft de afgelopen jaren ontzettend veel informatie en inzichten verschaft. Veel van deze inzichten, waaronder het GAIN-transitiemodel, zijn gebruikt voor het oprichten van de Taskforce Korte Keten en het faciliterend opzetten van een aantal samenwerkingen in Nederland. Waaronder in Amsterdam, Utrecht en Flevoland. In het volgende stuk ga ik met Bouke, Bob en Joris Lohman jullie meenemen in de praktijk waar we nu staan en ook vooral waar we naartoe willen met elkaar. Kijk, fantastisch. Nou, twee helden van de korte ketens. Ik heb jullie allebei in actie gezien en weet hoe de samenwerking ontstaan is. Maar vertel, hoe is het gebeurd? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Bouke is 3 jaar geleden, net als ik, onderdeel geworden van het Smart Chain Consortium. We kenden elkaar daarvoor eigenlijk oppervlakkig. Ja. Ik weet dat Bouke in Flevoland heel erg hard aan de kar trekt om hier een netwerk te bouwen. En dat was ook echt mooi in wording. Ik kende Martin Topper al vanuit mijn periode bij de B-Box met zijn mooie kleuren penisboer. En dat was eigenlijk de eerste ontmoeting. Sinds dat moment, never a dull moment. Ja, dat kun je wel stellen, Mark. Ik weet nog, ik zat in de auto, ik reed op de dijk. Ik weet het hierachter, in het mooie Flevoland. En Mark die belde me op en hij zegt, er is een gaatje vrijgekomen voor iets van een consortium. Heb je zin om mee te doen? Ik zei ja. En daarna ging ik pas vragen van wat het eigenlijk was. Ik was heel blij dat ik ja gezegd had. Want uiteindelijk vind ik het natuurlijk een super interessant onderwerp. En het sluit heel erg aan bij wat ik persoonlijk ook wil. Mm-hmm. Ja. Wat ik vooral merk is dat door sowieso binnen het project samen te werken. Maar ook, ik was natuurlijk in Utrecht al een tijdje bezig. Jij in Flevoland. Door eigenlijk samen te komen, gebeurde er iets heel bijzonders. Want ik begon mijn kennis en ervaring te delen met Bouke. Nou, weet je, je had hier heel mooi momenten met een groep telers die echt wilden. Hè, die echt zeiden van, dat is toch het innovatieve karakter van Flevoland. Echt wel doen, hè, niet geen gelul, gewoon bam. En die, zeg maar, mijn tools en de kracht die hier zat, dat kwam bij elkaar. En dat zorgde eigenlijk voor een hele mooie versnelling. Ook vanuit het GAIN-model van, hey, Utrecht, Flevoland. Kom samen en deel en breng. En ja, dat heeft gewoon ontzettend veel moois opgeleverd. Ja, maar juist inderdaad het mooie. Wat je natuurlijk ook verwoord in het gamification model. Dat je inventory meeneemt. Jullie hebben heel veel geïnvesteerd in die telen afgelopen paar jaar. En weet ik hoeveel jaar. Ja. Niet alleen dat, maar ook in netwerken, in deze EU-calls en weet ik wat nog meer. Wij hebben de mooie producten vanuit de groentetuin van Europa. En ja, het ligt aan de andere kant van de brug. Weet je, ja. Het is echt super dichtbij. En daar zie je echt hele mooie dingen ontstaan. En het gebeurt ook. Dus eigenlijk wat hier in theorie staat, is ook echt gewoon bewaarheid. Dat vind ik super mooi om te zien. Waar ik ook heel trots op ben, is als je kijkt naar het levelmodel. Dus in principe zijn we als individuele ondernemers samengekomen op level 1. We zijn uiteindelijk in ons eigen gebied een netwerk aan het opbouwen gegaan. Dus we hebben een regionale alliantie in Flevoland opgetuigd op basis van dit spelmodel. Ja. In Amsterdam was hij er iets eerder op gezet. In Utrecht hadden we hem al met Utrecht Food Freedom. En wat je nu dus ziet, is dat die twee
die twee gaan samenwerken. Dus je ziet dat Utrecht, Amsterdam, dat samensmelt en dat die met elkaar al die kennis en kunde gaan delen. En dat maakt eigenlijk dat de theorie achter het spelmodel gewoon in de praktijk ook werkt. Ja, klopt. Waar we nu staan is eigenlijk op een heel bijzonder punt. Want doordat we nu begrijpen hoe je kunt samenwerken, kunt co-creëren. En we begrijpen ook dat samenwerking en uitwisseling, dat het fundament is van het vervolg. Staan we eigenlijk met alle kennis en ervaring van het Smart Chain Consortium ook op het punt om dit in de praktijk te brengen en uit te werken. En wat ik, nou, waar wij denk ik heel trots op mogen zijn, Bouke, vanuit het project, is dat we gewoon het spel zijn gaan spelen met de echte wereld. Ja. En je ziet ook waar het afgelopen jaar naartoe toe geleid heeft. Ik bedoel, we kregen contacten via de taskforce. Die vraag lag bij jou. Uiteindelijk kwam die ook bij ons neer. Om even voor noodhulp, even in corona, even wat te gaan opzetten. Ja. Nou, dat even heeft wel geresulteerd in echt verschrikkelijk veel kilo's met voedsel. Wat uiteindelijk de polder is uitgejast. Ten behoeve van mensen met een kleine portemonnee. Dus het model werkt. En dat zie je, dat had zonder samenwerking absoluut niet gekund. Zowel niet in Utrecht, zowel niet in Flevoland. Dus alleen door die dingen samen te brengen. En hetzelfde gaan we natuurlijk nu creëren, of zijn we aan het creëren, richting de MRA, metropoolregio Amsterdam. Dat je daar gezamenlijk naar die cateraars gaat. Je hebt systemen nodig, je hebt producten nodig, je hebt wielen nodig. We krijgen het voor elkaar. Omdat er steeds meer gebieden, denk ik, dit plaatje snappen. En niet helemaal onbelangrijk, vanuit de smart chain, toch even een grote veer. Wil ik wel geven dat we onder andere in deze constellatie hebben nagedacht over. En wat is dan eigenlijk de korte keten? Ik bedoel, wat houdt het nu in? Wat is de definitie? Niet onbelangrijk. Ik bedoel, we zijn er wel achter gekomen dat het natuurlijk meer is dan alleen maar schakels eruit halen. We wisten het eigenlijk natuurlijk wel, maar uiteindelijk geeft het ook de mogelijkheid om het op die manier ook te verankeren en weer terug de wereld in te geven. Wat uiteindelijk ook natuurlijk belangrijk is, want alleen minder schakels. Ja, weet je, dan is het ook een Albert Heijn die sinaasappels uit Spanje haalt, rechtstreeks, is ook een korte keten. Niet helemaal. Daar doen we het niet voor. Nee, precies. Wat je ook zegt is die definitie, maar wat het Smart Chain Consortium ook heeft gebracht, is eigenlijk dat we een beeld hebben gekregen van het ecosysteem en de enorme hoeveelheid energie die zit in eigenlijk alle regio's. Hè? In Zuid-Holland met de voedselfamilies, in Gelderland met het Gelders Kennisnetwerk, in Overijssel met de Overijsselse Food Hub, in de noordelijke provincies die met elkaar een hele mooie alliantie rondom technologie ook aan het ontwikkelen zijn. Ik denk dat we met de metropoolregio Amsterdam wel een voorbeeldregio gaan creëren tussen Flevoland, Noord-Holland, Amsterdam, Almere en Utrecht. Met ook gecombineerd met de City Deal, waarbij we in de volgende fase van het verhaal van de korte keten, wat in essentie gaat over een regionaal voedselsysteem, met regeneratieve waarden, laten we daar wel voor gaan. Hè, dat dat de basis is. En de taskforce korte keten, dan ben ik ook blij dat Joris er is. Hebben we denk ik een momentum te pakken waarin we die regio's, die regionale samenwerkingen, nu gaan samensmelten tot een soort grid van smart regions. Maar wel echt met producten naar de klanten, naar een niveau van 25% lokaal. En het liefst binnen 5 jaar, duurde 10 jaar. Oké, maar goed. Weet je, ik heb er maar zo gezegd, als systemen, het duurt heel lang voordat een systeem stopt of dat het verandert. Maar als het verandert, gaat het heel snel. Waar dat punt zit, weet ik niet. Maar dat we hem gaan raken, ben ik van overtuigd. Nou, daar ben ik ook van overtuigd. Ja. Er zit ergens inderdaad een punt, een omslagpunt in. En het is me net welke ambitie neerlegt. Ik bedoel, Amsterdam en Almere hebben allebei de ambitie neergelegd. 20-25% lokaal voedsel. Ja. Nou ja, daar zijn we natuurlijk met die regionale allianties druk mee aan het werk. Was ook mooi toen we een paar weken geleden lanceerden hier in Flevoland. Dat ik wel op LinkedIn ook allemaal berichten zag vanuit het land. Van jeetje, wanneer kunnen wij aanhaken bij dit soort allianties? Kunnen wij dat zelf op gaan tuigen? Wil je ons erbij helpen? Dat zijn ook dingen die moeten natuurlijk, dat is de volgende stap. Maar het klopt wel met dit plaatje wat hier staat. Super, en dat is heel fijn. Super tof. Dus het gaaf dat jullie nogmaals die definitie, samenwerking, regionale context, om hele grote uitdagingen aan te pakken, sociaal, ecologisch en economisch. En dat vind ik ook zo tof om te zien, dat die ondernemers, die hebben meer voor ogen dan alleen succes van het eigen bedrijfje of ondernemingje winstgevend maken. Nee, willen CO2 opslaan, diversiteit verhogen. En voor dit soort grote onderwerpen heb je elkaar nodig, heb je de tools nodig uit elke regio. En jullie merkten dus ook dat je in Flevoland had je groente als een hele toffe tool, in Utrecht IT delen om grotere challenges aan te pakken. Zeker. En jullie noemden al het voorbeeld van voedselverspilling en levering aan de MRA. Jullie wellicht nog andere challenges die jullie in de komende tijd
aanzien komen die hiermee aangepakt kunnen worden? Ja, ik denk dat een van de grootste uitdagingen is data. Hoe krijgen we inzicht in het effect van eten? En wat is de echte maatschappelijke waarde van voedsel in relatie tot ecologie, economie en maatschappij? En ik denk dat dat een hele grote uitdaging is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de echte waarde achter ons eten cultureel omarmen? Eén, dat we het opstomen, dat er echt gewoon meer, echt meer. Dat we leren van hoe zit dat nou? Want we weten het niet. Hè? Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar eten in Nederland, naar voedsel. Maar niet vanuit sociale of culturele waarden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, het is redelijk one-sided focus. Maar als je dan kijkt vervolgens hoe kunnen we het eigenaarschap en mensen meer grip geven om eten en het effect daarvan, dus die governance. Ja, dat zijn de vier grote uitdagingen om met elkaar aan te pakken. En ja, weet je, daar gaan we voor. We zijn al bezig. Precies, we zijn hard bezig. Maar laten we ook niet vergeten, wat ook een hele grote uitdaging is natuurlijk de investering die wij als ondernemers nemen. Ik bedoel, we zijn maar wat dat betreft vergelijken met grote multinationals, kleine ondernemingen, die wel het doel hebben om het systeem te veranderen. Er is ook heel veel geld voor nodig. Dat kunnen wij met z'n tweeën, drieën of al die partijen die meedoen, niet zomaar opbrengen. Dus daar heb je ook nog wel zeg maar, de hulp van een overheid voor nodig of dat soort partijen. Want het is natuurlijk wel, er zit nogal wat investering in. Ja, en ik denk dat die investeringen de uitdaging wordt hoe je de lokale, regionale, nationale en ook de Europese middelen de aankomende periode gaat gebruiken. Ja. Vanuit de juiste hulpvraag. En daarin moet je dus ook tussen regio's gaan samenwerken om te kijken welk instrument wat meneer Timmermans of wie dan ook heeft bedacht. Of het nou wettelijke kaders zijn, of het nou farm-to-fork programma's zijn. Hoe ga je dat inzetten? En hoe zorg je ervoor dat we stoppen met dingen dubbel doen? Dat is leuk voor het proces, maar we hebben zoveel te doen. Als je een procesje wil hebben om te leren van elkaar, pak dan iets wat nog niet ergens anders op de plank ligt. En daarvoor is die Taskforce Korte Keten voor de Nederlandse context denk ik fundamenteel. Ja. Ik denk de vervolgstrategie van Europa waarin de bestaande initiatieven, bestaande thematic networks en operational groups, waaronder Smart Chain, hun grondstof hergebruikt, maar ook het netwerk hergebruikt wordt. Dat een hele mooie keuze is waarvan we de aankomende jaren gaan merken wat de impact is. En ik denk dat met Nederland, koploper in het opschalen, maar dat wij als Nederland zijnde, als we dit echt beetpakkend echt willen met elkaar, dat wij weer koploper kunnen zijn, ook op sociaal, ecologisch en maatschappelijke dynamieken rondom eten. Dus ik zeg, let's go. Zeker. Nou, dat is een ambitie waar ik absoluut aan mee wil werken. Ja, en ik denk veel partijen om ons heen. Ja. Inmiddels staat ook Joris klaar om ons digitaal bij te wonen. Welkom Joris. Hi. Fijn dat je erbij bent. En dan zou ik nu een open dialoog steken van wat zijn de kortketenontwikkeling in Nederland? Nou, level 1 en 2 hebben we net al gehoord. Wat zijn de toekomstplannen? Hoe staat het ervoor? Joris. We zijn... ik hoor mezelf heel erg dubbel. Ja, volgens mij gaat het nu beter. We zijn de afgelopen tijd bezig geweest met de provincies en het ministerie van LNV om te komen tot een nationale samenwerking in de korte keten. Dat is natuurlijk even een voortraject van bijna kleine 2 jaar. Waarbij natuurlijk de huidige demissionair minister Schouten ook vanuit haar kringlooplandbouwvisie had aangegeven dat korte ketens, regionalisering, dat gewoon een hele belangrijke aanjager kan zijn van in ieder geval een deel van de ambities op het gebied van kringlooplandbouw. Wij hebben daar als taskforce een rol in genomen en gekregen. En je merkt ook dat best wel een nieuwe manier is van samenwerken tussen, denk ik, overheden en een onafhankelijke stichting en ondernemers, dat ook als ik even verwijs naar de theorie zeg maar, vanuit het game-model die heel sterk is, dat je toch in de werkelijkheid ziet van dat ondernemers, dat overheden, politiek een heel ander soort taal spreken. Dat het gewoon best wel wat tijd kost om dat echt met elkaar in verbinding te brengen. Een lang verhaal kort, we zijn nu echt in de afrondende fase van het maken van een advies. Het is advies dat wij als taskforce dan weer maken voor LNV en provincies in opdracht van hen. Maar niet dat wij daar zelf hebben bedacht wat nou zo goed is in al onze wijsheid, maar dat hebben we dus opgehaald bij allereerst ondernemers, dat is belangrijk. En ten tweede bij alle provincies en ook het ministerie van LNV. Nou, daar is eigenlijk
voor het eerst volgens mij in zoverre een duidelijke afgebakende definitie, die we ook niet zelf hebben bedacht, maar naar het Europese hebben genomen. Maar dat die wel zo goed mogelijk, vanuitgaande dat ze het advies ook helemaal overnemen, ingezet kan worden binnen alle provincies en binnen LNV. En een duidelijk meetbare ambitie en ook de tools die daar aangekoppeld kunnen worden om dat voor elkaar te krijgen. Om zichzelf lijkt dat misschien een kleine stap, maar je ziet wel dat het niet vanzelfsprekend is dat provincies natuurlijk gewoon voornamelijk hun eigen provincie als speelveld hebben om te kijken van op welke plek is het nou belangrijk om bovenregionaal samen te gaan werken. Het moet nog allemaal echt officieel vastgelegd worden. Hè? Dus daar komt ook zeker, dat gaat toch zeker wel eventjes duren, niet te lang hoop ik, maar voordat we daarmee officieel van start gaan. Maar we hebben wel echt een hele belangrijke stap gezet. En zijn op die manier het gain denk echt in de praktijk aan het brengen. Okay, wat niet erg meespeelt is dat we natuurlijk, of meehelpt, is dat we nog steeds wachten op de nieuwe minister. Dat is wel in dit geval een complicerende factor. Maar goed, dat laat ook weer zien waar theorie en praktijk en de politiek gewoon echt weer barstig is. En je soms gewoon aan het zoeken bent van wat wordt de politieke richting op landelijk niveau van een nieuwe minister. Ja, mooi. Super. Hey Joris, als we zouden dromen, hè, de aankomende 2 jaar vanuit de taskforce, wat zou dan echt gewoon een droom zijn die we zouden kunnen halen met elkaar binnen 5 jaar? Ik denk dat we een vrij realistische doelstelling hebben gezet met provincie LNV, dat we dus een verdubbeling van de omzet in de korte keten, gemeten door Wageningen vorig jaar, dat haalbaar moet zijn. Zeker als je kijkt dat de ontwikkeling van de markt zo hard gaat eigenlijk, dat het wellicht ook misschien alweer een minder ambitieuze ambitie is. Maar als je zegt 4 jaar, een verdubbeling van die omzet, volgens mij is dat echt wel een ambitie die haalbaar is. Als ik zou dromen is dat we daar, dat de ondernemers die op dit moment het laten zien, dat die echt ook, laat zeggen, niet tegengewerkt zijn door eventueel belemmerende wetgeving, maar die ook echt de ontwikkeling van die ze willen maken in de markt, dat ze die hebben kunnen maken. En dat we echt dus, het gaat mij niet zozeer over die verdubbeling van de omzet, maar dat we echt met trots kunnen zeggen, ja, de korte keten is gewoon een alternatieve markt die deugt, hè? Een keten die deugt, zegt Stijn Marcus wel eens vanuit boerschappen. En dat niet meer zo is van, dat is in ontwikkeling, dat kan nog groeien, maar dat we gewoon echt meerdere cases hebben door het hele land van gewoon stevige regionale ketens en bedrijven die daarbij horen, die laten zien, ja, dit gaat gewoon, zowel financieel als, ik hoorde net ook al het gesprek, moreel, maatschappelijk. En ik denk dat we daar gewoon best wel dichtbij al zitten. De laatste hobbels misschien soms zwaarder zijn dan de eerste, maar dat is natuurlijk ook vanzelfsprekend. Ja, dat is natuurlijk altijd zo. De laatste 10% is net zoveel energie als de eerste 90. Ja. 5% inspiratie, 95% transpiratie. Ja. Maar dat gaan we wel doen. Ja, maar dat is mooi. En ik vind ook nog inderdaad wel, als ik nu, ik sta natuurlijk dicht bij die boeren. Ik praat veel met ze, maar dat het hele circulaire stuk inderdaad daar ook in meegenomen in die korte keten. Niet alleen de minder kilometers, maar ook het gebruik van de reststromen van elkaar. Weer dat stukje samenwerken. Dat we dat ook meer van de grond gaan krijgen. Productontwikkeling, wat ik straks al zei. Dat is voor mij ook nog wel een aanpalend stuk inderdaad. Ja, ik denk dat samenwerking fundamenteel is. Absoluut. Dat onderzoek naar hoe zit het nou in deze fase fundamenteel is om de waardepropositie te onderbouwen en gas erop. Ja, precies. En het gaat om die verbinding en niet zozeer inderdaad om een verdubbeling van omzet. Dat is een meetbaar doel. Daar ben ik het helemaal mee eens. Precies. Maar het gaat inderdaad om de waardes die erachter zitten en om de gedachten om te zetten van consument. Corona heeft de korte keten geholpen en heeft het bewustzijn aangewakkerd. Dus dat is een hele positieve bijdrage van iets heel kwalijks. Ja. Johan Cruijff, hè, om de MRA-termen te houden. Elk nadeel heeft een voordeel. Ja, daar heb je hem. Tof. En met al... Wat volgens mij nog wel belangrijk denk ik te noemen is dat we... Het gaat over onderbouwing. En ik denk dat we soms wel last hebben van wat er in de publieke opinie of in de media wel eens geroepen wordt als een soort van alternatief voor alle. Hè. Er zijn hele grote problemen, stikstof, het hele voedselsysteem zitten allerlei
complexe wicked problemen in. Nou, en wat is de oplossing? Dat we allemaal in de korte keten gaan kopen van dichtbij en dat de boer dat gaat doen. Nou, dat is natuurlijk een karikatuur die ons ook niet verder helpt als je kijkt naar de fase waar we in zitten met die markttransformatie. Dus ik zou ook heel graag, en daarom zijn we met Tasso Korte Keten ook zo aan het drukken op het onderbouwen en inderdaad een onderzoeksagenda en data eronder leggen van, het is niet zo dat per definitie de korte keten altijd beter is voor biodiversiteit, CO2. Nee, dat kunnen we ook niet onderbouwen. We kunnen dat wel langzamerhand gaan onderbouwen en daarmee een gewoon veel minder emotioneel bijna gesprek hebben over de waarde van korte ketenontwikkelingen in de bredere transitie. Dat we ook niet soort van tegenstanders krijgen vanuit de lange keten of sommige boeren die er niet in zitten, maar gewoon als een serieus alternatief, één van de vele dingen die we moeten doen om het voedselsysteem te veranderen en daar dus ook veel gestructureerder aandacht aan geven vanuit overheid, middelen en daar beter gaan samenwerken. Ik denk dat dat een realistisch verhaal is wat wij moeten gaan blijven vertellen. En ons niet te veel op de borst te kloppen als we dat nog niet hebben bereikt. Ja. Absoluut. Absoluut. Ja. Ja, hele mooie. Dus je ziet ook de korte keten als een means to an end voor het veranderen van het voedselsysteem en wat wij nu opbouwen met vertrouwde samenwerking met elkaar, transparantie, meer bewustwording creëren en ook het meten van die impact en waardes is daarbij natuurlijk fundamenteel. En dan zou mijn vraag zijn, hoe liggen de ambities om van waar we nu staan bij korte keten naar echt een regeneratief voedselsysteem te gaan? Hoe liggen de doelstellingen op ecologisch vlak bijvoorbeeld? Daar? Nou, die zijn er nog niet, maar dat is dus de missie waar we met elkaar naar moeten kijken. Hoe ga je de duurzame doelen en impact frameworks, dat is ook een rol die de taskforce graag op zich neemt. Hoe ga je de verschillende impact frameworks waar aan gewerkt wordt in het land. Ik weet dat Maarten van Rechtstreeks met een mooi impact framework bezig is. Vanuit Weiland en Kommerland wordt eraan gewerkt op allerlei vlakken. Ik denk dat de rol van de taskforce wordt om die informatie bij elkaar te brengen. Niet één keuze te maken, maar naar de rijkdom te kijken van de oplossing. Want het gaat om overvloed. Mm-hmm. Overvloed aan mogelijkheden, overvloed aan informatie. Ja. En daar zullen wij vanuit de taskforce echt een grote stap gaan zetten om dat te bundelen, inzicht te krijgen en beschikbaar te stellen aan iedereen met wat voor een idee of droom hij ook heeft in de korte keten. Want dat is dus de veelheid van waarden die dit gaat maken. En niet schaars denken, alsjeblieft niet. Overvloed. Niet maar eens. Ben ik het ook mee eens. Ja. Jongens, heb je nog een beroemd last word? Moet je mij niet geven. Nou, kijk. Het sluit een beetje aan bij mijn vorige antwoord. Er zijn ontzettend veel initiatieven op dit moment om inderdaad die aanname die er is van op het moment dat een boer in de korte keten levert, daar ook meer aan overhoudt. Dus ook niet altijd zo, maar vaak wel, en in zekere beweging naartoe, dat hij die investering ook weer kan gebruiken om het investeren in duurzaamheid, biodiversiteit, et cetera. Nou, daar zitten al een aantal als-dan situaties in. En het belangrijkste is inderdaad dat daar een communicatietool wordt ontwikkeld waarbij consumenten ook dat veel duidelijker kunnen weten. Als ik dit koop, dan is dat niet omdat het een biologisch certificaat heeft, maar ik kan meer data vinden van de productiewijze van dit, waardoor het me ook waard is om daar wellicht via de korte keten of wat meer geld in uit te geven. Maar daar zijn we inderdaad absoluut nog niet. Er worden een aantal voorbeelden genoemd en er zijn er nog veel meer. Ik denk wel dat de korte keten daar specifiek de plek is waar je dat het beste kan onderzoeken. En dan kan je inderdaad ook echt die verbinding maken. Maar we moeten nogmaals ook, ik probeer bescheiden te zijn. We moeten niet te veel roepen dat de korte keten het al allemaal is of het er allemaal voor elkaar krijgt. Dat gaat ook soms gewoon tegen je werken. Maar we moeten wel zorgen dat we de positie die de korte keten nu inneemt, ook gewoon in het speelveld van alle veranderingen die er mogelijk zijn, pricing, et cetera, dat gewoon wel echt op een veel hoger niveau moet worden beoordeeld. Nou, daar gaan we ook de landelijke politiek op aanspreken. Echt nogmaals, korte keten is echt niet de oplossing voor de stikstofproblematiek en de boerenprotesten die volgende week weer plaats gaan vinden. Want dat is echt een veel ingewikkelder fundamentele probleem. Maar creëer nou ruimte om die korte keten wel een deeloplossing te laten zijn. Dat is echt wel een stevige oproep vanuit niet alleen de taskforce, maar het hele netwerk wat daar al mee.
Ja. Je benoemde net even tussen neus en lippen door nog één belangrijk ding. Inderdaad, de true cost price. Hè. Ik mocht straks ook iets presenteren over wat de perceptie van mensen was in de korte keten. En het gaat dan ook over prijs. Ze zijn ook bereid om iets meer te betalen. Maar we weten eigenlijk zelf nog niet eens, ik weet het ook niet van mijn producten. Wat is nu de echte waarde van de producten? Wat zou het moeten kosten? Als je het hebt over producten die je verkoopt. Ik bedoel, ik weet natuurlijk wat de kostprijs is, maar als je het afzet tegenover gezondheidsissues, wat je mee kunt oplossen, de duurzaamheid, alles. Ik zou heel blij zijn als daar inderdaad ook nog een soort van echt een gedegen model en een gedegen onderzoek voor komt. Ik weet niet of het in die modellen zit, maar ik heb er persoonlijk heel veel behoefte aan. Het gaat om sociaal, het gaat om ecologisch. Precies. En economisch. Hè? Want als Precies. je het niet rond kan rekenen is heel leuk, maar dan is het niet te doen. In de ecologie is het iets dood, gaat de grondstof voor een ander, maar failliet gaan is als ondernemer niet zo heel tof. Nee. Dus als Taskforce Korte Keten zorgen we ervoor vooral dat we de ondernemers gaan helpen. Ja. Om te versnellen en zo snel mogelijk door die leercurve heen te gaan om de volgende fase te bereiken. Precies. Ja, dat vind ik ook heel tof om te zien hoor, dat de Taskforce Korte Keten eigenlijk bottom-up gevoed is met waar het belang ligt, wat belangrijk is, waar de ondernemers behoefte aan hebben en wat ze ook gezamenlijk wellicht zouden willen uitspreken, omdat gezamenlijk verder tools voor het uitwinkelen, bijvoorbeeld voor transparantie, het meten van impact of het advies geven voor beleid. En ik vind het heel gaaf om te zien dat dat nu echt gebeurt, en het is echt een bewijs, en dat tegelijkertijd vanaf daar de co-creatieniveau de tools weer gedeeld worden om inderdaad op lokaal niveau voor de individuele ondernemer hen te helpen. En dat vanwege die lokale contacten en relevantie die ook echt weer terugkomt bij de producent, bij de boer, bij de grond waar het gebeurt. En ja, daar zie ik dus wel de korte keten als echt een fundamenteel iets om die transparantie mogelijk te maken. En zo zien de boeren dat ook. Ja? Zeker. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk, maar die zien het wel zo. Ik bedoel, als die goed zijn voor hun grond, is de grond goed voor hen. Ja. Nou, wellicht als een laatste bijdrage van mij. Ik denk dat technologie fundamenteel is. Als we kijken naar wat alle korte ketens op dit moment aan technologie ontwikkelen. Webplatforms, meetinstrumenten, noem maar op. Dat het vastleggen van die data en het beschikbaar stellen van die data een belangrijke rol gaat worden voor de Taskforce Korte Keten. Daar wil ik op blijven hameren. Of dat via blockchain moet of via andere mechanismen, dat is nog even de vraag. Maar ik denk dat dat daarin een hele belangrijke sleutel zit. En die rol zullen we vanuit de Taskforce Korte Keten samen met de regionale allianties. Ja, dus die regio's geven input aan de Taskforce waar wij moeten helpen. Dat is echt nadrukkelijk de vorm. We gaan het niet opleggen, we helpen in co-creatie met die regionale samenwerkingen. Fantastisch. Heel mooi. Dan hier vroeg nog de laatste vraag die langskomt. En jullie hebben kennis, dus let's go. En wilt men voor die data betalen, denken jullie? Dus als we data laten zien dat er impact is, positief of niet, denk je dat dat verwaard kan worden? Ik denk het eigenlijk wel. Ligt er alweer het vraag. Kijk, uiteindelijk zal de eindconsument zal degene zijn die natuurlijk misschien iets meer moet betalen daarvoor. Maar als die data je veel inzichten geven waardoor je dingen slimmer kunt doen. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat je wil, of duurzamer bezig of beter voor de wereld. Dat heeft het onderzoek laten zien. Dan zijn mensen bereid om er iets voor te betalen. Zeker, dus ook voor de data uiteindelijk. Voor niks gaat de zon op. Precies, maar ja, mensen zijn toch bereid om te betalen voor hun gezondheid, voor de mooiheid van hun landschap, et cetera. Uiteindelijk komt het ook anders weer terug, want dat betekent dat ook of een regering investeert nu heel erg veel geld in gezondheid. Als je dat kunt terugdringen door gezonder te eten, noem maar wat, kan je het aan de andere kant ook. Dus er zit ergens wel weer een model in waardoor het teruggaat. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Het kan enerzijds door rechtstreeks de consumenten vragen te betalen. En in ander geval kan het geld wat we nu al als belasting betalen misschien op een andere manier worden ingezet. Ja. Omdat we aan kunnen tonen dat een regionaal voedselsysteem of verbinding met eten of een verandering van het systeem een beter resultaat oplevert. En nou, ik ben ervan overtuigd dat data verschillende waardevormen kan aannemen, maar dat het vooral in deze fase richting gaat geven aan overheden, aan ondernemers, van waar de kansen liggen en waar we met elkaar echt verschil kunnen maken. En het gaat geld besparen, dat weten we nu al. En het gaat uiteindelijk ons richting geven over hoe we onze samenleving vormgeven. En die waarde, daar mag en daar moet voor betaald worden. Mooi antwoord. Dan de laatste vraag om
Sorry, dit is wel de laatste. Mm-hmm. Kan de visserij überhaupt meedoen in de korte keten? Kan de korte keten op water? Ja, tuurlijk. Nou, het wordt sowieso een keertje tijd dat we hier in Nederland onze eigen vis gaan eten. Mm-hmm. Want ik zie in Frankrijk zie ik meer van onze Hollandse vis op het bord liggen dan hier in Nederland. Dus ja, ik denk dat een regionaal voedselsysteem en een korte keten, de lessen die we daar geleerd hebben, een ontzettende mooie ontwikkelmogelijkheid bieden voor de visserijsector, voor onze havens. Maar ook vooral de voedselcultuur en de smaakcultuur van Nederland. Wij zijn een land dat aan de kust ligt. En we eten onze eigen vis niet. Shame on you. Er is zoveel moois beschikbaar. Ja, zo mensen kiezen natuurlijk altijd voor de usual suspects. Zalm, tilapia, weet ik wel, al die enge dingen eten. Ik eet het niet, vind het niet lekker. Maar kiezen ze een scholletje of een poon of weet je, dat soort mooie vissen die gewoon echt smaaktechnisch gezien ook echt gewoon veel mooier zijn. Ja. En je helpt natuurlijk het systeem ermee. Ik bedoel, dat is dan stap 2, maar begin eens met de smaak. Die is echt. Dat is toch waard. Ja, maar alleen dat. Ja, en vis moet je vers eten. Dus ik bedoel, hoe dichterbij, hoe beter. Mooi. Nou, overvloed hier. Ja. Precies, fantastisch. Dank jullie wel. Er zijn heel veel waardes die inderdaad aandacht verdienen. En ik moet zeggen, ik ben ontzettend onder de indruk van hoe ver jullie al zijn als kortketenondernemers hier in Nederland. De kennis die opgedaan is in het Smart Chain Consortium. En ook vooral de samenwerkingen die gesmeed zijn. Echt een ecosysteem wat samen uitdagingen wil pakken. Dat is geweldig op te zien. Ik denk dat de conclusie is, we zijn er nog niet, maar het is mogelijk. We kunnen met z'n allen dat voedselsysteem veranderen. En ik denk dat het een goed moment is om daarop te proosten en aan iedereen te vragen voor vervolg. Ja. Doe mee en dank jullie wel. Ja, helemaal te gek. Dankjewel. Hey, lokaal. Oh, hey. Lokaal siedertje neem ik aan, hè? Ja, kijk eens. Welke teler kunnen we hiervoor bedanken? Ja, kikken. Ja, salut. Proost. Salut. Dank jullie wel. Salut. Joris. Goed.